Ik zit hier vandaag met Maurice van Turnhout. Ja, ik ken je eigenlijk al heel lang, hè? Van Eindhoven van vroeger. Ja, ik ken jou denk ik al wel 21 jaar. Toen zaten we allebei in een revue eigenlijk, een soort cabaretrevue. Oh ja, dat klopt natuurlijk. Ja. Die heette Vet. En toen waren we allebei een beetje verlegen jongens die opbloeiden op het podium, volgens mij. Volgens mij was dat een beetje het... Ja. Was je ook verlegen, ja? Nee, ik was verschrikkelijk verlegen. Maar goed, daar kennen wij elkaar inderdaad van. En ja, grappig, ja. Ja. Uit Eindhoven, uit het troosteloze Eindhoven van de jaren 90. Ja. Zo zou ik het dan zelf noemen. Je hebt nu een graphic novel gemaakt, Lichtstadfamilie. Ja. Of althans, je hebt het scenario geschreven. En... Ja, de tekeningen zijn gemaakt door Matthijs van de Kerkhof, beeldend kunstenaar te Nune, graficus en nu dus ook... striptekenaar en ik heb het script geschreven. Ja. En dat gaat ook heel erg over jongeren in Eindhoven, toch? Maar dan weer één generatie daarvoor. Dus de jaren 60 hebben we het dan over of zo. Hè? Ja, het bestrijkt een beetje de periode 1968, 1972. En het gaat inderdaad over de generatie van onze ouders, hè? De veelbesproken babyboomers. En in dit geval over de manier waarop een heel klein gezelschap, eigenlijk een soort politieke splinter... beweging in Eindhoven een vuist maakt tegen het kapitalisme. De rode jeugd, daar hebben we het dan over. Met weinig succes kunnen we achteraf concluderen. Echt op zijn Eindhovens. Echt op zijn Eindhovens. Dus het ligt eigenlijk aan alle geschiedschrijvingen die er tot nu toe over de rode jeugd zijn gedaan... Ligt het dan ook heel erg voor de hand om daar een soort tragicomisch verhaal van te maken. En als je die acties één voor één gaat bestuderen, dan ontkom je daar ook niet helemaal aan. Maar het was wel, ik vond het wel spannend om juist een beetje die ruimte op te zoeken waarin je gaat verdiepen in de motieven van die mensen die bij die beweging betrokken waren. En daar juist door een meer empathische bril naar te kijken. En geen genoegen te nemen met alleen maar dat, een beetje dat snerende... Maarten van Rossum schrijft dat op een gegeven moment ook ergens over de rode jeugd. Dat het gewoon een tragicomische historische vergissing is. Dat je in een welvaartsstaat als Nederland in de jaren 60, 70... waar net een hele verzorgingsstaat is opgetuigd, dat je dan daar juist... gaat proberen om de wereldrevolutie te prediken. Ja, dat is gewoon vragen om een taarten naar je gegooid te krijgen, zou ik maar zeggen. Maar goed, ja, daar wil je ook weer aan voorbij, aan dat snerende toontje. Want voor zo'n verhaal is dat niet interessant, denk ik. Dus ja. Dat hebben wij geprobeerd om dat te doen. Ja, ik vind ook, hoe zeg je dat? Dat is inderdaad ook wat me heel erg opviel aan het verhaal. Dat je heel erg... kan verplaatsen in die hoofdpersoon die uiteindelijk helemaal... Ik moest ook een beetje denken trouwens aan de Donkere Kamer van Damocles van Hermans. Mm-hmm. Waar je ook eigenlijk heel erg mee gaat leven met de hoofdpersoon... die eigenlijk een rol van betekenis wil hebben in het verzet. Hè? Ja. Maar uiteindelijk wordt het een beetje blurry wat nou echt is of wat nou niet echt is. En je gaat ook een beetje... Als je die roman leest, denk je van... Ja, heeft hij nou echt iets gedaan of niet? En daarmee heeft volgens mij Hermans ook een klein beetje de spot willen drijven met het verzet in Nederland, met de rol van het verzet. En tegelijkertijd leef je mee, maar tegelijkertijd heb je ook dat effect van ja, wat is het nou? En datzelfde krijg ik nu ook hier een beetje bij die rode jeugd. Ook omdat paranoia natuurlijk een hele grote rol speelt in allebei die verhalen, denk ik. Bij de Rode Jeugd is natuurlijk ook een geschiedenis van infiltraties. En de Rode Jeugd is meermalen geïnfiltreerd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dus dat is gewoon een van de manieren waarop die organisatie uiteindelijk ook uit elkaar is gespleten. Door gewoon dat de leden elkaar niet meer vertrouwden en elkaar zo uitgebreid wilden screenen... dat je ook niet meer samen op kon trekken. Maar in zekere zin, ja, die parallel met het verzet is wel interessant. Want ze hebben die parallel zelf ook wel getrokken. In hun paar media-optredens die ze hebben gegeven in de jaren 70. Hey, hebben ze media-optredens gegeven, ja? Ja, zeker. Er zijn geloof ik wat radio-optredens geweest. Maar dat was vooral nadat, geloof ik, een allereerste bomaanslag was geweest... op de auto van de politiecommissaris in Eindhoven op dat moment. Commissaris Oudekerke. Klinkt dat bijna als een figuur uit Donald Duck eigenlijk. Olivier Bommel-achtig. Ja, als ik het mezelf nou zo hoor zeggen. Maar in ieder geval, en toen zijn ze inderdaad een paar keer in de media geweest. En hebben ze hele krasse statements gedaan. En
Ja, god, en dan merk je inderdaad dat die... Zo'n splinterbeweging die dan in eerste instantie nog... nog binding wil houden met het volk. En ook, ja, zegt uit naam van het volk te strijden en voor het volk er te zijn. Dat steeds meer dat contact kwijtraakt door radicalisering. En hoe is dat ook begonnen vanuit Eindhoven? Of was dat een opmars die in meerdere steden tegelijk plaatsvond? Nou, de Rode Jeugd is opgericht in Amsterdam in 1966. Dus dat is eigenlijk een beetje tegen de tijd dat Provo al net een beetje ter ziele is gegaan. Dan ontstaat de Rode Jeugd uit een splintertje van de Communistische Partij Nederland. En dat is een splintertje van die... In de Communistische Partij Nederland had je op dat moment een soort interne richtingenstrijd van moeten wij nou de lijn volgen van de Sovjet-Unie. Hè, wat toch van oudsher de plek is waar de revolutie, de socialistische wereldrevolutie is begonnen. Of moeten wij ons meer gaan oriënteren op China, wat nog een jongere republiek is en misschien nog wat strikter in de lijn is momenteel. En het waren met name jongeren die op die China-lijn zaten. En die zijn op een gegeven moment eigenlijk geroyeerd door het bestuur van de CPN, die ja, over het geheel toch meer op die Moskou-lijn wilde blijven zitten. En daar is dan weer de Rode Jeugd uit voortgekomen. En in Eindhoven is toen in 68... Dat is een radicale afsplitsing eigenlijk. Dat is dat de hardliners? Ja, want zij vonden inderdaad alles wat met de Sovjet-Unie te maken had, dat vonden zij eigenlijk al verburgerlijk. Dat was sociaal imperialisme, noemden ze dat ook. En kun je dat toelichten? Of is dat, gaan we dan heel... Ja, dat wordt al snel heel scholastisch inderdaad allemaal, maar... Wat is de burgerlijkheid van... Als je het in heel kort zou samenvatten, komt het er denk ik op neer dat in hun optiek waren die revolutionairen van 1917 in Rusland, die waren in 50 jaar tijd eigenlijk gewoon gaan lijken op de mensen die zij verdreven hadden, op dat tsaristische regime. Ja. Die waren ook imperialistisch, materialistisch. En ze hadden een burgerlijke samenleving toch opgetrokken. En daarmee toch verraad gepleegd aan. Ja. En Michel Foucault heeft daar ook wel interessante dingen over gezegd. De Franse filosoof. Die heeft op een gegeven moment ook als een soort retorische vraag volgens mij gesteld. Van ja, maar als je een nieuwe maatschappij wil bouwen, hoe doe je dat dan? Ja, met bouwstenen van de oude, want die ken je. Dus in die zin is het ook niet zo vreemd dat die revolutie die kant op is gerold, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar goed, dat waren dus dat is alweer met iets meer afstand. Maar zij zaten dus midden in die discussie en waren heel erg fel op die Beijing-lijn, zal ik maar zeggen, op die Maoïstische lijn. Daar staken ze ook niet onder stoelen of banken. En in 68 is dan die Eindhovense vleugel opgericht. En die heeft zich dus eigenlijk in een paar jaar tijd ontpopt. Terwijl er inderdaad meerdere afdelingen waren verspreid over het land. Maar dat was al snel de meest gewelddadige. Degene die het meest ontspoorde en die gewoon het felst van leer trok. Ja. En hoe komt dat? Ik heb dan meteen namelijk een idee. Ik wil meteen dat in gaan vullen met mijn kennis van Eindhovense mensen. Maar ik denk van misschien. Ja, jij hebt natuurlijk. Jij hebt ook onderzoek daarna gedaan. Nou, weet je, dat heeft denk ik met een paar dingen te maken. Allereerst was Eindhoven gewoon natuurlijk een. Eindhoven was een stadstaat in de staat eigenlijk. Hè. Eindhoven was eigenlijk gewoon het domein van de Philips fabrieken. Ja. En die hadden eigenlijk een soort staat in de staat gebouwd. Dus ze hadden hun eigen... Als je bij Philips werkte, dan werd je eigenlijk van wieg tot graf verzorgd. Dat komt ook heel erg sterk naar voren trouwens, vind ik, in de graphic novel. Dat inderdaad... Philips eigenlijk zo'n belangrijke plek is, of zo'n belangrijke hoe noem je dat, fenomeen is voor Eindhoven, dat iedereen die daar op het infuus van Philips wordt aangesloten een goed leven krijgt. En dat daarin krijg je dat die dualistische strijd, of die tweestrijd eigenlijk, van de mensen die bij Philips horen tegen de mensen die degene die daar niet bij hoort, zijn van automatisch een niet bezittende klasse of zoiets, hè?
Dus dat... Nou, je moet je in ieder geval tot dat paternalistische bedrijf moet je op een of andere manier zien te verhouden. Ja. En als je dan al een jongere bent in een stad waar verder helemaal niks gebeurt en je hoort overal in de wereld gebeurt wel wat. In Parijs in mei 68, daar knalt het. In Berlijn knalt het met allerlei demonstraties. En Rudi Dutschke, de studentenleider, wordt vermoord. Dus de hele tijd gebeurt van alles en je zit in Eindhoven. Daar gebeurt helemaal niks. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk op een steenworp afstand van je ouderlijk huis heb je dat prachtige, vette doelwit van het kapitalisme. Dat prachtige symbool van het kapitalisme. En dat, ja. En dat is Philips natuurlijk. En dus eigenlijk in die zin zijn die voorwaarden wel voorhanden. Er is een soort leegte die moet worden opgevuld. Ja, dus voor mensen die zich kunnen identificeren met de niet bezittende klasse, ligt er een romantisch verhaal van klaar eigenlijk, in de vorm van Philips, die eigenlijk als bron van al het kwaad heel makkelijk kan worden aangewezen, terwijl ja, je daarmee eigenlijk aan de hele complexiteit voorbij gaat. Precies, ja, maar zeker als je ook inderdaad door een internationale bril kijkt, en dat deden zij natuurlijk bij uitstek, want als je Maoïst was de revolutie was per definitie een wereldrevolutie. En ja, dan heb je. En als je dan kijkt naar de allianties die Philips op dat moment sloot, dan konden ze al heel snel zien dat, nou ja, Philips bouwt een televisiefabriek in Griekenland. Nou, wacht eens even, Griekenland, daar zit het kolonelsregime van Papadopoulos. Dat is een heel fout fascistisch regime. En Philips doet daar zaken mee. Dus in het verlengde daarvan is iedere arbeider die voor Philips werkt, eigenlijk in zekere zin mede schuldig aan het steunen van een fascistische dictatuur. Dus dat moet je toch aan mensen kunnen uitleggen. En dan moet je mensen toch daartoe kunnen opzetten om in opstand te komen tegen hun werkgever. Ja. En de grap is natuurlijk dat ze dat van de ene kant. Er zit ook een dubbelheid in, hè? Dat je dat dus van de ene kant gelooft dat dat mogelijk is. En dat houdt je op de been, hè? Dat geloof en die droom. En van de andere kant weet je ook wel. Ja, die mensen die krijgen gewoon een mooie kleurentelevisie bij de personeelswinkel als ze hun pas laten zien. Die kunnen één keer per jaar op vakantie, waar ze er 10 jaar eerder nog niet van konden dromen, weet je wel. Die zijn eigenlijk heel erg in de watten gelegd, hè? Verburgerlijkt, zoals zij het dan zouden noemen. Dus nee, never is nooit dat die in opstand gaan komen. En dat is ook iets wat Marx al in de 19e eeuw eigenlijk ook al wist. Dat de arbeider, die volgt het script niet, weet je wel. Want toen was er ook, ik weet niet meer precies wanneer het was, maar er was sprake van een verkiezing in Engeland. Juist op het moment dat er een economische crisis was en heel veel onvrede onder arbeiders. Maar wat gebeurde er? Ze stemden helemaal niet op de communistische partij of op de socialisten. Yeah. Nee, ze stemden op de Tory-partij, op de conservatieve partij. Want die hadden gewezen naar, kijk, die Ierse immigranten die nou allemaal binnenkomen in Engeland. Dat zijn jullie vijanden, daar moeten jullie. En wij gaan zorgen dat die weer teruggeknikkerd worden. Yeah. Dus ze volgden eigenlijk gewoon dat culturele onderbuikgevoel. En waarop het Marxisme of socialisme of communisme, of hoe je het ook wil noemen, met lege handen stond. De arbeider volgt het script niet. Ja, dat is gewoon een rode draad eigenlijk door heel die geschiedenis. En, als mensen vrijheid krijgen, dan stemmen ze helemaal niet in hun eigen belang. Dat zie je vaker terug. En dat zie je ook zeker bij als het gaat om sociale revoluties. Mm-hmm. En ik vind het wel interessant. We kunnen wel natuurlijk een beetje nu het over Marx hebt, daarin duiken. Het is misschien wel goed om heel even in het gesprek te brengen. Ik had laatst een best wel goed nieuw inzicht in gekregen. Dus je hebt eigenlijk Marx en Engels. Hè? Ik weet niet of dit waar is, maar ik ga het gewoon aan jou toetsen. Ja, nu zo zie. Maar je hebt Marx en Engels. Maar ik heb dus het idee dat Marx eigenlijk een hele goede analyse heeft gemaakt van hoe het in de 19e eeuw eruit zag. Mm-hmm. Eigenlijk vanuit die industriële revolutie. Dus je krijgt eigenlijk een explosie van arbeid en van arbeidsmiddelen. Mm-hmm. En ook een bevolkingsexplosie. Volgens mij gaat de bevolking van 1 miljard naar 7 miljard in de eeuw die daarop volgt. Hè? Mm-hmm. Dus het is volgens mij wat Marx heeft willen zeggen is. En er is een boek van Marshall heet die. Zijn voornaam heb ik kwijt. Maar dat boek is getiteld All That Is Solid Melts Into Air. En
die titel vangt eigenlijk heel goed in één zin wat de analyse van Marx was. Hier heb ik het ook uit. Hij zegt van alles wat all that is solid melts into air. Dus alles wat solide is of wat een vaste vorm heeft, zal tot lucht versmelten. Mm-hmm. Wat wil je daar nou mee zeggen? Volgens mij dat dus het kapitalisme voor een enorme omloop zorgt van kapitaal. Dus eigenlijk, en dat zie je ook als je bijvoorbeeld als ik naar Buikslotermeer kijk in Amsterdam, dan zie ik dat er nog niet, de vorige bioscoop is nog niet opgeheven, of er zit alweer een Pathé in, en dan komt er alweer de Beren daarnaast, en dan wordt het plein weer hernieuwd, en dan wordt de bibliotheek wordt weer een nieuw gebouw. En dus er zit een soort van vermaalmechanisme in dat kapitalisme. Mm. En dat is ook nodig om dat kapitaal te accumuleren. En dat was eigenlijk volgens mij in essentie hoe Marx ernaar keek. Dus hij zegt, dus alles draait om kapitaalaccumulatie. Dus je moet kapitaal verwerven. Dat wil zeggen financieel kapitaal, maar ook sociaal kapitaal en ook cultureel kapitaal. En om dat kapitaal te accumuleren, dus eigenlijk op te slaan, zodat het een vaste waarde krijgt voor de toekomst. Mm-hmm. Zolang dat, om dat te doen voor zoveel mensen, is eigenlijk die vermaling nodig. Dus we leven in een nieuwe wereld waarin dat allemaal blijft verpulveren en verpulveren en verpulveren. Om En vanuit die puinresten worden weer nieuwe dingen gemaakt. Hè? Dit is eventjes hoe ik inmiddels Marx begrijp. Hè? Even in simpele vorm. En volgens mij is het juist die figuur van Engels geweest die eigenlijk met hem is opgetrokken. En die eigenlijk samen met hem een soort alliantie heeft gehad. Waarbij ze samen zeggen, laten we dan iets doen voor de mensen. En daar komt dat Communistisch Manifest uit voort. Mm-hmm. En dat staat volgens mij los van zijn analyse. Dus ik heb altijd het idee bij Marx dat zijn analyse correct ergens is. Want dat zie je gewoon nog steeds. Alleen dat er geen oplossing is. En die oplossing, daar zit vaak de gek, zo zie ik het inmiddels. Hè. Zo, dat komt dan bij Engels vandaan eigenlijk. Dat weet ik niet, maar dat idee ik weet dat dus ook niet hoor. Wat dat betreft ben ik ook niet ingevoerd in die economische finesses van die theorie hoor. Dat weet ik niet. Maar het zou kunnen, als ik dat zo hoor, doet het me grappig genoeg wel een beetje denken aan de hele theoretisering van creative destruction ook wel. Zoals ze dat bijvoorbeeld in Silicon Valley zo hoog hebben zitten. Waarbij je inderdaad ook steeds die economie is een soort vergruizende machine die de hele tijd kapitalistische initiatieven uitspuugt, zal ik maar zeggen. Ja, ik vind het denk ik belangrijk om zo te zien, omdat ik dus eigenlijk ook probeer altijd het kapitalisme ook weer los te trekken van het neoliberalisme. Dus ik heb het idee dat het neoliberale karakter van het kapitalisme, dat is wat het schadelijk maakt, maar die kapitaalaccumulatie, dat maakt dat ook jij of ik met hele kleine middelen al een betrekkelijk goed leven kan creëren voor mezelf. En dat is iets wat iedereen ook kan. Mm-hmm. En daarom is het zo raar om daar die klassenstrijd tegenover te plaatsen. Dus om te zeggen van, weet je wel, Philips is ook maar gewoon een glasblazertje in Eindhoven eigenlijk. Die gewoon heel mellow en klein begint en langzaam vanwege de vraag die dat... Omdat er een vraag naar die gloeilampen is, kan hij uitgroeien tot iets groot. Maar dat begint even naïef eigenlijk en onbezonnen. Mm-hmm. Maar dat kan vervolgens ook weer iedereen. Alleen, dus in die zin ben ik dus... Heb ik altijd, als ik nadenk over die revolutionairen, dan kan ik behoorlijk ver mee in dat ik hun snap waar ze uit willen breken. Mm-hmm. Alleen ik heb gewoon niet dezelfde... Ik deel wel de analyse van Marx dat alles dus in die verpulveringsmachine terechtkomt. Ja. Maar ik deel niet de oplossing. Ik denk niet van de oplossing is dus om er een soort tweestrijd van te maken van de bezittende klasse tegenover de niet bezittende klasse. Ik denk dat als je nu op dit moment naar het hele spectrum van links tot rechts kijkt, dan denk ik dat bijna iedereen in zekere zin die analyse wel deelt. Of in ieder geval heel veel mensen dat delen. Dat er eigenlijk wel een redelijk brede consensus is. Wat je dan het neoliberalisme noemt. Je zou het ook gewoon het liberalisme kunnen noemen. Omdat dat nou eenmaal is waar het is uitgemond. Die stroming op dit moment. Maar dat je inderdaad ziet dat die almacht van die grote bedrijven en de manier waarop lobbyisten namens grote bedrijven ontzettend veel invloed krijgen op de politiek, waardoor de politiek raakt uitgehold. Ja, dat is iets wat je eigenlijk hoort van Pieter Omtzigt tot de SP. En, die analyse wordt volgens mij best wel breed gedeeld.
Maar het is inderdaad in de ja, manier waarop we dat op willen lossen. Het verschrikkelijk uiteenloopt. En, ja, of misschien is er wel geen oplossing. Nee, misschien is er gewoon... dat is inderdaad een hele optie. ik kijk er gewoon nou, weet ik je kijk wat naar die is? Verwondering. Want het ja. is natuurlijk ook heel verwonderlijk. Het levert ook ja. veel op. Alleen het is een ja. soort van zwiepende stroomkabel die af en toe ja. slachtoffers maakt. Maar als je teruggaat naar de jaren 70, hè, dan zie je dus inderdaad dat... Dat het decennium begint met inderdaad die enorme revolutionaire energie. Gewoon alles heel holistisch te bekijken, wat we nou intersectioneel zouden noemen. Als je zegt, al die problemen in de wereld zijn met elkaar verknoopt. Dus die zijn alleen maar op te lossen door gewoon heel die piramide om te kegelen. Ja. Van onder naar boven, alles moet gewoon totaal op zijn kop. En hoe heet het? Wat was ik nou? Je zei de jaren 70, dat een heel holistisch gegeven was. Ja, precies. Aan het begin van het decennium. Maar op een gegeven moment, dan komt die desillusie daar toch in. Dat, ja, die wereldrevolutie staat niet op uitbreken. En die massa gaat ons als voorhoede ook helemaal niet volgen. Die beweegt helemaal niet. Die blijft gewoon stationair. En dan zie je hoe die revolutie eigenlijk weer in de loop van het decennium in deelthema's uit elkaar splintert in radicale activistengroepen. Dus er zijn mensen die gaan het dan hebben over feminisme, er zijn mensen die gaan het hebben over milieu. Dus allerlei belangengroepen op thema's zou je kunnen zeggen. En die hebben vervolgens wel op wetgevend niveau succes. Misschien is dat wel het ding, dat je niet dat duizend dingen doekje kan hebben, wat inderdaad heel die wereldproblematiek in één keer oplost. Maar dat het inderdaad aanmodderen is op belangen van bepaalde groepen. Ja. Ik kan ook wel zeggen dat ik ken ook wel dat gevoel dat je dan denkt van misschien moeten we gewoon helemaal opnieuw beginnen. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet of zo. Dat is een soort naïef. Het veronderstelt dat zodra je dat gaat doen, dat het dan beter wordt als je het opnieuw gaat doen. Terwijl de fijnmazigheid of de complexiteit en wat daar goed aan is iets wat uitgesleten is over zo'n lange tijd. Dat als je dat even helemaal weggooit, dat de kans dat er eerst een lange periode van een soort brute barbarij volgt. Dat is eigenlijk, die kans is veel groter dan dat we dat heel zorgvuldig met elkaar helemaal opnieuw goed gaan bouwen. En dat was ook een van de dingen die Foucault dan op een gegeven moment zegt in die discussie die hij heeft met Noam Chomsky. Jij bent ervan overtuigd dat die revolutie zo'n manifestatie wordt van rechtvaardigheid. Maar wie zegt inderdaad dat die revolutie niet gewoon een koppensnellerij wordt en bloedvergieten? En daar heeft geschiedenis natuurlijk tal van voorbeelden van. Ja. Maar ik worstel Rusland dan en China. Ja, waaronder, ja, het zijn natuurlijk evidente voorbeelden. Ik denk de wereld wordt ook wel een stuk armer als die revolutionaire impuls er niet is. En die zal ook altijd wel blijven, die is ook niet te onderdrukken. Ik denk dat het wel goed is dat er in de maatschappij altijd een soort duwen en trekken is tussen de rekenmeesters van het haalbare, of hoe je het ook wil noemen, en de revolutionairen die altijd nog een stap verder willen gaan. Ja. En ik denk dat als je het dan hebt over de periode die na de jaren 70 komt, en ook de periode waarin wij dan in Eindhoven zijn opgegroeid, dat die rekenmeesters van het haalbare het misschien toch iets te veel voor het zeggen hebben gehad. En dat we daardoor ook, tenminste dat is mijn ervaring, als ik het even naar het persoonlijke trek, dat ik heel lang een heel apolitiek leven heb geleid. Dat ik dacht van het wordt allemaal wel... Het wordt allemaal wel geregeld. Het is allemaal wel in kannen en kruiken. Ja. En wat bedoel je daarmee met een apolitiek leven? Dat is in politiek opzicht ben ik altijd wel een muurbloempje geweest. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mezelf nooit tot een partij bekend. Ik heb nooit aan activisme gedaan of aan partijpolitiek. Ik heb daar altijd gewoon het leek een soort afgesloten hoofdstuk. Ik keek dan altijd met een soort nostalgisch gevoel naar wat er in de jaren 60, 70 is gebeurd. Wat natuurlijk ook een van de redenen is waarom ik überhaupt aan dit boek ben begonnen.
Maar dat was dan iets waar... Het was een beweging waar je niet meer op mee kon liften... in de tijd waarin ik ben opgegroeid. En ja, jij ook. Ja, ik heb altijd een enorme ironische distantie gevoeld... ten opzichte van de politiek. Ik kan me nog herinneren dat in 1999 Wim Kok in een item op tv kwam... Mm-hmm. en dan met een meisje zat te kletsen. En dat meisje dan zei... nu moet je de muis naar een beeldscherm bewegen. Dan ging hij over het scherm heen met de muis. Dat hij de muis letterlijk naar zijn scherm bracht. Of zo. En dat beeld vind ik wel tekenend voor hoe ik naar de politiek kijk. Dus in ieder geval zeker van die tijd, zeg maar. Ja. In die zin, paternalistisch, maar wel totaal out of touch of zo. Of wat, ik denk dat ik nooit het gevoel heb gehad dat je stem ertoe doet. Ik ben altijd wel trouw blijven stemmen en ik heb er altijd een hele gewichtige zaak van gemaakt. Ik ben altijd gaan stemmen met het idee, dit is een filosofische beslissing voor mijn geweten. En zo heb ik het eigenlijk altijd voor mezelf. Hoe zeg je dat? Ja. Afgelopen jaar heb ik ook echt moeite gehad om een stem te kunnen landen op iemand zonder dat ik gewetensbezwaren kreeg. Toen voelde het echt alsof je... Toen moest ik denken aan die cartoon waarbij je dan de vloer hebt gewit, maar in het laatste hoekje bent geëindigd waar niet de deur zit, zeg maar. Dat je denkt precies. Hoe kan ik nog naar buiten springen zonder mijn gelakte vloeren te beschadigen of zo. Ja. Dus in die zin, zo denk ik over de politiek, maar dat geeft al, dat vind ik eigenlijk als ik mezelf nu op praat, dat vind ik eigenlijk al van een bepaalde ironie getuigen. Dat ik denk van, dit kan iemand die heel bevlogen is niet zeggen. Die zegt van, we moeten daarheen met de wereld. En dat ga ik pushen door daarop te... Weet je wel, zo... Ja, zo al die exercities die jij maakt in je hoofd... die slaan zij natuurlijk over... omdat ze meteen al naar de praktijk toe willen natuurlijk. Ja. En daarin voel ik mezelf dan ook gewoon toch op een bepaalde manier tekortschieten. Ja, als je het zo zegt. En dan kan ik het voor mezelf rationaliseren. Van maar ik ben heel genuanceerd. En ik ga niet over één nacht ijs. En ik moet inderdaad die filosofische distantie als schrijver, bla bla. En dit en dat. Maar toch knaagt het dat je niet die sprong kan maken. En dat, dat is wel interessant. Je zei van dat een soort politiek ontwaken is geweest dan. Waardoor je hebt geëngageerd met deze geschiedenis. Waardoor je dit verhaal bent gaan schrijven. Dat is dus een omslag geweest. In ieder geval je perceptie van hoe je met politiek... wat je nu zegt, dat je heel lang het idee hebt dat je in een politieke sluimerstand hebt gezeten en in één keer toch daarin wakker bent geworden. Of dat klinkt ook weer zo, zoals de woke activisten dat ook noemen. Red-pilled. Ja, maar ik bedoel dat daar een soort van, dat je eigenlijk dacht van, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, misschien moet je eens vertellen hoe dat is gegaan, dat omslagmoment. Ik was... Toen ik met het boek begon, wilde ik eigenlijk iets gaan schrijven over carnaval. Dat was eigenlijk vooral de eerste aanleiding, dat ik daar iets mee wilde doen. Omdat ik dat een heel interessant thema vind. Omdat ik daar altijd een heel erg hekel aan heb gehad ook. Bijvoorbeeld als kind moest ik dan altijd naar het kindercarnaval. En daar huilde ik dan mijn wangetjes altijd schraal. Want dat vond ik echt verschrikkelijk. En in mijn familie was carnaval echt een heel groot ding. Dus je kwam daar ook niet helemaal omheen. Maar en was je toen al van plan om met deze tekenaar te werken? Of was kindercarnaval? Wat je zei van dat je iets met carnaval wilde doen. Was er toen al een plan voor die samenwerking? Zelf bezig van ik wil een verhaal schrijven? Precies, toen wist ik ook nog helemaal niet wat voor medium het zou worden. Ja. Maar ik zocht dus eigenlijk een soort contrastbeeld voor carnaval. Volgens mij kan ik dat verhaal niet vertellen als je niet een goed contrasterend fenomeen hebt om dat tegenover te zetten. En waarom wilde je iets maken voor carnaval? Puur omdat je er zo'n hekel aan had? Ik denk omdat het gaat over het klinkt heel, heel deftig, maar een soort existentiële angst in mij. De angst voor de massa of zo. Angst om jezelf te verliezen in de massa. En in dit geval is het dan een soort verliezen in de roes en de wildheid van die massa. Blijkbaar moest ik iets met die angst gaan doen. En dus ik zocht een goed contrastfenomeen om dat verhaal dan te vertellen. En uiteindelijk denk ik die dan gevonden te hebben in het fenomeen van de revolutie. Wat natuurlijk ook weer te maken heeft met massaliteit. Maar dan het mobiliseren van massa voor politieke doeleinden. En ook het mobiliseren om dus inderdaad een soort permanente carnavalsituatie te krijgen. Waarbij je niet
drie dagen per jaar een soort rollenspel hebt, waarbij iedereen een boerenkiel aantrekt en iedereen gelijk is met een knipoog, want er verandert eigenlijk niks aan de orde. Maar dat je dat rollenspel doorbreekt en dat je 365 dagen per jaar die omslag hebt. En dat de maatschappij dus op zijn kop staat en dat iedereen gelijk is. Dus ja, dat als contrastfenomeen vond ik dat heel interessant. Maar dat gaat dus wel over de massa en in zekere zin ook de angst van de massa en hoe je jezelf daarin kan verliezen. Wat vind je zo? Benauwdheid daarvoor. Wat vind je daar zo beangstigend aan? Of wat, ik ben natuurlijk heel benieuwd nu naar wat je zegt over die carnaval. Waarom dat zo nachtmerrieachtige vormen aanneemt. Ja, ja. Je verliezen in de massa. Waar staat dat voor? Of wat, Ja, een heel, heel, heel fragiel ego waarschijnlijk. Ik weet het niet precies. Ik ben er nog niet uit. Maar ik heb ook gewoon nog twee boeken de tijd gelukkig om daar achter te komen. Maar ja, nee, het is. Ik kan het ook niet verklaren, maar ik word er gewoon letterlijk. Het is ook iets lichamelijks. Ik word er ook fysiek onwel van. Ik ben ook meerdere keren bij concerten onwel geworden en bleek weggetrokken. En omdat ik het gewoon. Dat ik geen adem krijg. Ah ja, echt heel letterlijk. Ja, echt gewoon fysieke, heel letterlijk. Ja. Letterlijk fysieke reactie. Ja, dus ik kan het rationaliseren, maar ja, ik kan het ook gewoon zo zeggen. Het is gewoon. Het wordt gewoon een. Iets wat zich in mijn lichaam manifesteert. Gewoon iets fysieks. Gewoon weg willen, eruit willen. En, ja, het is interessant. Want ik kan me nog herinneren dat toen ik in Eindhoven woonde, dan op een gegeven moment is het gewoon carnaval. Dat wordt gewoon. Je weet ook nooit, het staat ook nooit in je agenda. Nee, of zo. Het is gewoon een band van het gewoon. Ieder jaar wordt uitgesproken. En ik weet nu wel dat. Ja. Ik heb heel lang ook in het centrum gewoond. En dan is carnaval overal. En dan. Dat is een kwestie van je eraan overgeven. Het is niet echt een. Dus mensen die in de Randstad, die dan, toen ik in de Randstad woonde eenmaal, toen was het ook de vraag van ga je naar carnaval of wil je carnavallen? En als ik dan met Brabanders was, dan was dat ze van, ja, wat zijn dit voor gekke vragen? Want het is gewoon carnaval. Ja, het is een natuurfenomeen in Brabant. Ja, 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 het is ja. eigenlijk zo onvermijdelijk. Ja. Ik bedoel, zelfs met Kerstmis heb ik nog zoiets van. Dan heb je nog mensen die zeg maar zeggen van ik ga eenzame kerst hebben of zo. Of je, ja, precies. En daar zit ook al een beetje in, hè, met Kerstmis. Je moet je verhouden tot kerst. En daarom worden mensen die alleen zijn daar somber van. Want je kunt niet om Kerstmis heen. Maar Brabant is eigenlijk nog meer zoals een vloedgolf over je heen komt. Het is gewoon carnaval en je moet je eraan over. Precies, je moet je echt drie dagen dan helemaal opsluiten als je daar echt gewoon als je daar buiten wilt. Want anders mislukt dat gewoon. Ja, als je naar de Albert Heijn moet of zo met carnaval, dan je moet je in de onzin heen, zeg maar. Ja, en dan ga je daar in je gewone kleren en dan ben je dus per definitie eigenlijk degene die daar buiten valt. En die, En dat is vertegenwoordiger van de orde, zal ik maar zeggen. Ja, en dat is inderdaad wat tijdens carnaval. Dus als je kijkt naar de betekenis van carnaval, dat is ook de betekenis, toch? Dat je dan. Dat vooral mensen die eraan van gaan, zijn mensen die dat het hele jaar door in dat keurslijf lopen en dan. Ja, dat is het idee. Dat is het idee. Je kan natuurlijk alleen maar uit de band springen als je er eerst in zit, weet je wel. Ja. Anders hoeft het allemaal niet. Ja. Maar van, ja, ik had dus die fysieke sensatie. Maar ik vind het gewoon ook als fenomeen vind ik het ontzettend interessant. Wat het gewoon zegt over hoe we denken over macht en de ordening van de maatschappij. Want het is gewoon, het is zo'n oud fenomeen ook. Je had bij de Grieken had je natuurlijk de Dionysische feesten. En met de Romeinen had je in december had je de Saturnaliën. En dan trokken slaven kleren van hun meesters aan. Waardoor je dus ook echt een beetje zo'n soort boerenkielachtig achtig fenomeen kreeg. Ja. En in Babylon was er geloof ik een jaarlijks ook een festival waarbij de koning uit zijn paleis werd gehaald en in een ritueel gewoon in zijn gezicht werd geslagen en zijn koninklijke attributen, zijn insignes en zijn scepter en weet ik veel wat allemaal werden dan van hem afgenomen. Maar dat is dus ook eigenlijk een manier om aan het volk te laten zien van nu is de koning een machteloze man en nu moeten jullie het doen. Nou is het allemaal jullie verantwoordelijkheid. Ja. Dat is eng, hè? Nou, zullen we dan die scepter en die insignes maar gewoon weer teruggeven? Dat is wel beter, hè? Weet je wat? Dat vind ik gewoon ontzettend interessant. Hoe het juist
onder alle jolijt en knipogen die ja, het gewoon de macht bevestigt en de orde bevestigt. En tegelijkertijd hebben revoluties vaak ook weer hele carnavaleske trekken. Daar ben ik dan in het verlengde daar, hiervan ook weer achtergekomen. Dus hoop ik ook iets waar ik nog iets mee kan doen in een van de latere delen. Bijvoorbeeld in de 19e eeuw, of in de 18e eeuw. De Franse revolutionairen gingen zich bijvoorbeeld kleden in Romeinse toga's. En revolutionairen van de 19e eeuw, van 1848, die gingen zich weer kleden als Robespierre en Danton. Dus die gingen weer de vorige revolutie cosplayen. Oh ja. Dus er is een hele merkwaardige band tussen die twee fenomenen. Er zijn op bepaalde manieren zijn ze spiegelbeeldig. Ja, je hebt ook zo'n... Zo'n film, ik ben de titel even kwijt. Het is een hele gekke film, volgens mij uit Rusland. Mm. En die gaat uit van de hypothese van wat als de verlichting nooit zou hebben plaatsgevonden. Oh, wauw, ja. En dat is ook een soort ruimtereiziger die dan in een nieuwe planeet komt, waar dat dan een soort van parallel universum, waar dat dan niet is gebeurd of zo. Maar die film is gewoon een 3 uur durende psychose van allemaal... mensen met smerige gezichten en modder en helmen en zwaardjes en eten en voedsel en biggetjes en zo. Het is een soort van... Ja. Dat is in ieder geval wat ik herinner. Ik vond het echt een hele lange zit. Het zit helemaal geen verhaal in, maar je zit eigenlijk gewoon 3 uur lang in real time met die psychose te kijken. Ja, en ik weet nog wel dat ik die film zag dat was toevallig... De dag daarna was toevallig carnaval en daar was ik toen... heen gegaan. En daardoor heeft dat, denk ik, in mijn hoofd een koppeling gemaakt. Waarom moet ik eraan denken? Omdat inderdaad de carnaval en de revolutie dus best wel dicht bij elkaar liggen qua hoe dat als een soort massapsychose eruit ziet, eigenlijk. En je denkt gewoon van, nou, dit is niet de wereld die ik zou willen als ik naar die troep kijk of zo. Je denkt gewoon van... Dus in die zin is het heel interessant hoe die carnaval eigenlijk inderdaad 4 dagen een soort anarchie predikt. Maar als je die anarchie echt hebt, dan is dat niet de wereld waarin je wil leven. Terwijl die anarchie 4 dagen toelaten een bevestiging van de macht is. Hè? Ja, daar komt het denk ik een beetje op neer. En even terug naar het verhaal. Want jij zei eigenlijk van dat je dus dat carnaval eigenlijk het uitgangspunt was. En daardoor kwam je eigenlijk op een soort van... contragewicht, dat je op die revolutionaire staat. Een contrastfenomeen, inderdaad. Want eerst dacht ik van, wat is leuk? En toen dacht ik van, ik zat eerst in eerste instantie te denken aan een georganiseerde misdaad. Zat ik was het een familie met een raad van 11 die ondertussen crimineel was. Maar dat werd een beetje flauw, weet je wel. Dat werd een soort de godfather met de raad van 11 erbij. Dat werkte niet. En toen stuitte, ik weet niet meer precies hoe het kwam, maar ik stuitte, er was een artikel of een boek wat net uitkwam over de rode jeugd. En toen kon ik me ineens ook herinneren dat mijn ouders daar ook wel verhalen over vertelden. Dat er altijd wel een beetje, onder de babyboomers dan, gesmispeld in Eindhoven, gesmispeld werd van nou, de rode jeugd. En oh, die is een broer, die had nog bij de rode jeugd gezeten. En toen sprak ik tussen Matthijs, met wie ik uiteindelijk het boek ben gaan maken, de tekenaar, en die... had een familielid en die was politieman geweest ook in die tijd. En die zei, ja, nou, die heb ik nog wel eens met de wapenstok, weet je wel. Dus ja, dat was er ging een soort mysterie omheen. Dus dat maakt het ook interessant om over te schrijven. Ook wel moeilijk, want er zijn ook heel veel cold cases rond die rode jeugd nog steeds. Dus ja, er moet veel speculeren en invullen en fabuleren ook. Maar ja, goed, dat is een beetje hoe dat proces zich heeft voltrokken. Hoe ik uiteindelijk bij die rode jeugd ben uitgekomen. Ik dacht wel, ja, dit is wel echt een... Als je echt een Eindhovense trilogie wil maken... die tegelijkertijd ook een beetje resoneert met het grotere Nederlandse gebeuren... en het grotere wereldgebeuren. Dan past die rode jeugd eigenlijk wel perfect in een verhaal over die periode. Ja. Ja, wat ik zelf dus heel grappig vond, inderdaad, door eigenlijk te zien hoe die revolutionairen in Eindhoven in de jaren 60 eigenlijk zich tegen Philips hebben gericht. Ja. En doordat ik dat Eindhoven van de jaren 90 zo goed ken. Ja. En doordat ik nu ook weer zoveel van diezelfde stemmen zie
ontstaan er dus heel mooi die parallellen. Hè? Dus je ziet eigenlijk heel mooi die revolutionaire wens van de jeugd om ergens doorheen te breken of ergens mee af te rekenen of om het nu echt anders te doen of om met een soort lege pagina, een soort blank slate, opnieuw te beginnen. Ja. Dus je ziet eigenlijk heel mooi die jaren 60 resoneren eigenlijk met de jaren 90 en met hoe het nu is. Hè? Mm-hmm. En dus dat, ja, dat leek me interessant om dat eens even op tafel te leggen of zo. Hoe kijk je daar zelf naar? Of, ja, ik denk dat wat we net over de jaren 90 bespraken, denk ik inderdaad dat er een, in ieder geval in mijn ervaring, maar ik denk ook wel dat dat, nou laten we het zo zeggen, je hebt natuurlijk in de als je het hebt over links en elk revolutionair denken, dat loopt op een gegeven moment spaken natuurlijk in 1989 als de muur valt en daarna stort de Sovjet-Unie uiteen. En dan is er zo'n soort triomfmoment, hè, voor het liberalisme. Ja. Dan heb je natuurlijk theoreticus als Fukuyama die dan verkondigt dat het einde van de geschiedenis is aangebroken. Ja. Voor in ieder geval dat hele Hegeliaanse idee, hè, wat Marx ook heeft gebruikt van de geschiedenis is een opgaande lijn en die heeft een functie en een doel. Dat idee kun je gewoon, dat kun je gewoon opbergen in een laadje, want het is klaar, weet je wel. Ja. Dat werd toen echt gedacht, hè? Of dat was een breed gedragen idee, toch? En ik bedoel, ik ben in heel veel met Fukuyama oneens en de mensen die op die lijn zaten, maar hij in zijn een van zijn boeken heeft hij op een gegeven moment ook een grafiekje. En dan laat hij zien hoeveel landen er in een bepaalde periode, naoorlogse periode, van dictaturen of totalitaire eenpartijstaten zijn veranderd in functionerende democratieën. En het is echt gewoon een enorme opgaande lijn. Dus in die euforie van dat moment, na de val van de muur, kan je inderdaad voorstellen dat er zo'n liberaal euforisch moment is van, het is klaar, weet je. We hebben nu de verlichting is voltooid, of hoe je het ook wil noemen. We hebben nu de ideale maatschappij op basis van ratio. Goed, misschien zijn er af en toe nog eens wat dingetjes die af en toe een beetje bijsturen, een beetje managen, maar dat lossen we wel op. De bureaucraten hebben eigenlijk gewonnen van de carnaval mensen of zo. Ja, misschien wel, ja. Maar goed, daar zit ook al meteen, want dat is dan wel een van de dingen die Fukuyama ook wel doet. Die credit moet ik hem dan ook wel begeven. Dat hij wel al meteen in 1991, en nu 30 jaar geleden, al wel zegt van ja, het zou wel kunnen. Dat wat hij dan noemt het Timotisch verlangen. Dat is ontleend aan het Oud-Grieks. En dat gaat dan over, dat is het verlangen naar ergens trots op kunnen zijn, trots op jezelf kunnen zijn, waardigheid in het verlengde daarvan, trots zijn op je identiteit. Dat zou toch nog wel eens de kop op kunnen steken, juist in zo'n hele rationele, becijferde maatschappij. Ja, en ik denk dat gewoon een van de dingen is die we de afgelopen jaren ook wel gezien hebben. Dat als die korte tijd dat je nog misschien kon leven in die illusie dat het inderdaad klaar was, dat die toch in 2001 een beetje uit elkaar is gespat. Ja. Met de aanslagen op de Twin Towers. En dat, vanaf dat moment gaat het discours ook heel sterk over cultuur en identiteit. En wat verliezen we, wat kunnen we bewaren, wat kunnen we vasthouden, dat soort kwesties. En dan nemen er allerlei identitaire kwesties ook de overhand. Ja. En wat je nou ziet is inderdaad dat, kijk, wat je dan in de jaren 70 zag, was eigenlijk dat in eerste instantie dat wereldrevolutionair denken, zal ik maar noemen, dat op een gegeven moment in een soort desillusie, omdat die revolutie toch niet komt, dat spat uit elkaar of dat versplintert eigenlijk in allerlei losse activistische groepen. Ja. Die vervolgens wel succes boeken op het maatschappelijk middenveld en er worden wetten aangenomen voor milieu en onderwijs, noemt het allemaal op. En dat je misschien nu inderdaad weer ziet dat allerlei activistische groepen elkaar juist weer gaan vinden en elkaar misschien juist weer samenkomen en elkaar misschien weer gaan versnellen in een soort revolutionair denken. Met dat hele, dat intersectionele denken, wat je nou heel sterk ziet.
Ja, ja, dat is interessant. Je zegt eigenlijk van, als ik maar dat weet ik niet, hè. Ik weet ook niet hoe dit dat nee, gaat uitkristalliseren. Nee, niemand weet het. Niemand zet er middenin. Het is, ja. Dus nu, vandaar, wat we vandaag volgens mij doen, is dat we weer even een heel ander startpunt nemen. Namelijk jouw boek over de rode jeugd. Dat is gewoon eigenlijk een random entry point in dezelfde materie. Ja, hè? Het is heel interessant, omdat we dan hebben het over heel specifiek Eindhoven. Radicalen in Eindhoven, de tieners die zich eigenlijk tegen Philips keerden. Vanuit dat eigenlijk die soort dualistische misvatting. Dat eigenlijk Philips staat voor het groot kapitaal. Mm-hmm. Terwijl dat ook maar gewoon eigenlijk, ja... Ja, een organisme is waarin allerlei mensen met elkaar samenwerken. Ja, ik bedoel, Philips is net als Facebook of Michael Jackson of... Ja. Zoals ik hier die podcast vandaag maak, dat is eigenlijk allemaal meer hetzelfde dan verschillend. Hè? Het mm-hmm. begint gewoon met een idee. En dat is dat idee. Weet je wel, Facebook is zo interessant. Dat wordt vaak op afgegeven. Maar wat heel weinig mensen lijken te beseffen, is dat er dus blijkbaar enorme behoefte was aan die mechanic. Dat we allemaal met elkaar in een soort gekke verbinding zouden zitten. En dat maakt dan zo'n Mark Zuckerberg enorm rijk. Dat klopt. Hetzelfde zou je natuurlijk van Shell kunnen zeggen. Dat voor gloeilampen. Dat begint gewoon met en volgens mij is iedereen op zijn eigen vierkante meter, dus voor zichzelf op zoek naar die kip met de gouden eieren, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja. En dan ga je dus dan zie je dus niet dat je zelf dat ook wil. Mm-hmm. Weet je wel? Dus, iemand die een goede roman schrijft en die roman wordt een bestseller en die gaat er reclame van maken en die gaat dan werven voor de NS Publieksprijs. Ja. Dat vind ik eerder hetzelfde dan iets anders. Ja, ja. Nou ja, oké. Okay. Ja, goed. Een bedrijf of een persoon of een ZZP'er van mijn partij die bepaalde product of dienst levert, daar is natuurlijk aan zich helemaal niks mis mee. En waar het dan misgaat en waar we het nu over hebben, hè, je noemde net ook al het woord neoliberalisme, hè, dat is natuurlijk ook een woord wat heel vaak wordt gebruikt in dit verband, is inderdaad het moment dat, dat zo'n bedrijf op een gegeven moment gewoon meer kapitaal heeft dan het BNP van een land, bij wijze van spreken. Ja. En dat belasting ontwijken voor zo'n bedrijf of belasting ontduiken voor zo'n bedrijf gewoon mogelijk is. Of dat een bedrijf kan vervuilen en dat ze dan dat de rechter kan zeggen van, ho eens even, u mag niet vervuilen. En dat er dan een rekensom wordt gemaakt van, betalen we toch gewoon de boete. Dan vallen we nog steeds goedkoper uit dan wanneer we stoppen met vervuilen. Dus weet je wel, en natuurlijk zijn wij daarmee verknoopt, uiteraard. Want Shell wordt ook gaande gehouden door ons verlangen en Facebook wordt gaande gehouden door ons verlangen. Maar goed, je merkt nu in ieder geval een maatschappelijke beweging van. En misschien is dat inderdaad ook wel eigenlijk gewoon een soort Hobbesiaanse roep aan de overheid. Van overheid, beteugel ons. Ik bedoel, help ons die bedrijven ook in te snoeren die ons, zo in verleiding brengen. Ik zie ook wel de problemen. Alleen, ik denk dat ze beginnen, dat als je erover wil praten, wat nu blijkbaar een enorme behoefte is om over al die problemen te praten. Ja, ja. En als je dat gaat doen, dan kun je er volgens mij niet omheen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn in hoe ondernemerschap begint. Ook als je bekijkt waar het naartoe groeit. Mm-hmm. En dus wat ik vaak zie is dat kapitalisme en neoliberalisme in één adem worden genoemd en ook vaak door elkaar worden gehaald en een soort lukraak worden. Dus blijkbaar ga je eraan voorbij wat dus werkt aan kapitaal en kapitaalaccumulatie en kapitalisme. Er zit iets briljants in die omkering. Zoals ik het zie, hè? Mm-hmm. Dit blijft altijd een redelijk abstract gesprek, maar in kern denk ik, is dit ooit begonnen met de gedachte van, nou, eerst heb je zeg maar, je hebt een product, bijvoorbeeld tomaten, en je wil paprika's. En dan zit er in het midden geld. Dus je hebt tomaten via geld, paprika. En dan op een gegeven moment is er iemand die denkt van, nou, kunnen we omdraaien. Je hebt geld en dan kun je via tomaten naar meer geld. En op die manier kun je eigenlijk gebruik je voor het eerst een
een tomaat als middel om kapitaal te accumuleren. En dat is dus een briljante omkering. Want dan kunnen er ineens grotere ondernemingen ontstaan. En dan kan iedereen die een idee heeft... En dat bedoel ik, daarom vind ik dus Peter Buwalda... die Bonita Avenue schrijft en er een bestseller van maakt... vind ik eerder hetzelfde dan iets anders. Omdat dat van diezelfde marktwerking gebruik maakt. Ik bedoel, hij kan ook zeggen van... nee, het gaat maar om de literatuur... maar dan zou hij geen reclame moeten maken, snap je? Dan zou hij gewoon rustig moeten gaan zitten en... Het feit dat hij meedoet aan dat spel, daaraan zie je dat idee van kapitaalaccumulatie is verleidelijk voor niet alleen voor Philips, maar voor iedereen. Iedereen wil iets oppotten, zodat hij iets meer autonomie en vrijheid heeft. Mm-hmm. Dus waar het volgens mij steeds misgaat, als je in die termen wil spreken, hè? Misschien als je tevreden bent met de wereld zoals die is, dan is dat ook goed. Maar als je geëngageerd bent en je denkt het gaat mis, dan gaat het mis op het gebied van dat neoliberalisme, waarbij je eigenlijk ziet inderdaad dat als alles geregeld wordt op de markt, als alles marktwerking is, als de markt helemaal vrij is, dan krijg je allerlei hele gekke excessen. En daar zit volgens mij de ontsporing. Ja. Zo trek ik het even voor mezelf uit elkaar. Ik weet niet of ik te volgen ben, maar... Ja, nee, daar kan ik me wel in vinden. Volgens mij, wat jij schetst is eigenlijk... dat gewoon dat klassieke liberalisme, zoals je dat ook bij Adam Smith ziet, volgens mij bijvoorbeeld. Daar kan jij een heel eind in vinden. En waar het dan de afslag neemt... Ja, als je dat historisch markeert, denk ik gewoon ergens in de jaren 80 toch wel. Iemand als Friedman, de theorieën van Friedman, echt op geld gaan doen. Ja. Dan neemt het een afslag die... De verzorgingsstaat waar wij na de oorlog in geleefd hebben... en die we nou ook allemaal als een hele linkse verworvenheid zien... is natuurlijk ook uiteindelijk ook een kapitalistisch bestel. Het is een soort compromis. Ja. Een soort gentleman's agreement of zo. Tussen de overheid, de werkgevers, werknemers om mensen te verzorgen. En in die zin een soort compromis tussen socialisme en kapitalisme. En aan allebei verwant op een of andere manier. En die eigenlijk dus ook lijkt op een hele gekke, verwrongen manier op dat beeld dat je van Philips schetst in de jaren 60. Dat als je aangesloten wordt op het Philips-infuus, dat je een leven van wieg tot graf krijgt wat helemaal verzorgd is. Klopt. In ruil voor je rebellie eigenlijk. Ja, je legt rebellie op het offerschaaltje. En in ruil krijg je een gepamperd leven. Ja, en de ironie is dan natuurlijk dat de hoofdpersoon is een rebel die daar tegen in opstand komt. Maar die tegelijkertijd eigenlijk die collectivisering nog veel verder wil. Die gewoon veel verder wil gaan op die socialistische lijn. En die kapitalistische lijn helemaal achter zich wil laten. Dus dat... Want ja, die verzorgingsstaat die kan dan ook iets heel verstikkends krijgen. Iets heel benauwends. Ja. En dat is wat die jongen meemaakt. Ja, ik weet nog wel. Toen ik, dus daarom is het, als ik kijk naar de jaren 90, waar wij dan vandaan komen in Eindhoven. Ik herinner me nog dat ik me dan helemaal herkende in zo'n film als American Beauty. Waarbij de suburb eigenlijk als de horror werd neergezet. Weet je wel? Je ziet dat hele verstikkende suburb leven van de ontsporende familie, bij wijze van spreken. Dus ik kan me heel erg in die zin identificeren met die radicalen die denken van, nou, dit moet het niet zijn. Er moet iets gaan gebeuren met het leven. Ja. Dus in die zin heb je het carnaval precies. Wat dan langzaam naar binnen komt eigenlijk. Ja, in zekere zin wel. Dat ook een vorm van carnaval is. Dat je baan opgeeft en dan bij McDonald's gaat werken. Maar het verschil is, Kevin Spacey heeft natuurlijk verder... In die film heeft natuurlijk verder helemaal geen ideologisch oogmerk. En verder geen... Hij wil niet de wereld... Integendeel. Hij gaat zelfs bij een soort McDonald's werken uiteindelijk, toch? Ja, als precies. Een soort van middelvinger naar hun vrouw. Dus hij... uiteindelijk is dat een soort narcistische egotrip, volgens mij, waarin die man zich bevindt. Een nihilistische anti-held in een goddeloze wereld. Ja. Dus zou je het kunnen omschrijven, inderdaad. Nee, wat dat betreft past die film ook wel in een aantal... in een serie van films die toen uitkwamen. Ja. Ook, denk ook aan Fight Club, inderdaad. Waarin je ook inderdaad zo'n Nietzscheaans nihilistisch universum hebt. Ik denk dat dat wel klopt. En dat
zet dus inderdaad die jaren 90 ook wel goed neer als een periode waarin, ja, waarin je niet meer na gaat denken over waar je met de gemeenschap naartoe wil. Je gaat gewoon kijken hoe je zelf, hoe je zelf ontwikkelt. En desnoods going out with a bang, want dat, ja, dat geldt volgens mij voor al die films. Voor al die verhalen van die films waar we het dan over hebben. Ja, het is echt allemaal net voor 9-11. Weet je wel, dan zit eigenlijk dat randje aan te hikken van die Fukuyama-hypothese. Dat de wereld voltooid is. En dan al die mensen gaan knetterend dood, zeg maar. Nou ja, heel kort door de bocht. Je zegt, ja, alles is af. En ik mis iets. En dat is dan dat Timotische element waar Fukuyama dan ook al wel voor waarschuwt. Ja. Maar ja, we kunnen alles wel goed geregeld hebben en al die spullen hebben, al die consumptiewaar en noem het allemaal op. Maar je gaat iets missen. Strijd. Ja. ja, noem het maar op. Identiteit, trots. Ja, je legde net heel mooi die hele geschiedenis neer. Dus even kijken. Dus dat je in de jaren 60 heb je dan inderdaad die rode jeugd die zich tegen Philips richt, vanuit het idee dat zij de niet bezittende klasse zijn die zich eigenlijk afzet tegen zo'n fabriek waarbij iedereen... Ja, zij identificeren zich in ieder geval met de arbeider. Ik bedoel, die niet bezittende klasse, die moest je dan toch vooral over de grens gaan zoeken, denk ik. En daar waren ze natuurlijk heel solidair mee. Hè? Dat was een heel belangrijk onderdeel van die leer. Precies, dat wilde ik inderdaad. Ja. Dat bedoelde ik inderdaad. Dat zij zich eigenlijk verwant voelden met de revoluties in Rusland en in China. En eigenlijk Vietnam, steeds meer landen. Vietnam, ook heel belangrijk. Ja. Precies, en vanuit dat idee is er in de jaren 90 of in 89 met de val van de muur een nederlaag geleden voor dat metanarratief. Dat zeg maar dat plan dat al die verschillende groeperingen ergens intapten op een heel groot socialistisch verhaal. Ja. Dat verhaal is eigenlijk tegen de muur kapot gereden. Ja. En dan krijg je een heel dominant ander verhaal. Namelijk, de geschiedenis is voltooid en we hebben het toch maar goed. En dan zit eigenlijk de hele westerse wereld aan datzelfde Philips-infuus, noem ik het maar even. Ja. En dan krijg je 9-11 en dan krijg je een omslag naar een focus op identiteit. En dat gaat ook over de wereld een verhaal, betekenissen, prisma worden. En dat leidt langzaam tot de wereld die we nu zien, waarbij die identiteit... Ja. Ja. Alles is geworden en een strijd, een soort cultuurstrijd. Nou, het grappige is, zo vat ik het even samen. Ja, en als je het over 9-11 hebt, is ook wel interessant. Want ik heb ook wel gesprekken gevoerd met een aantal oud rode jeugdmensen. En het grappige is, wij maken nou deze analyse. Maar volgens zijn analyse is bijvoorbeeld Osama bin Laden, Al-Qaeda en de aanslag op 9-11 past volgens hem juist heel goed in die Maoïstische analyse. Het is eigenlijk gewoon een soort voortzetting daarvan. En kun je dat waarbij, waarbij dus... kijk, in die tijd van Mao, de tweede man uit dat Maoïstische tijdperk, direct onder voorzitter Mao, dat was Lin Biao. En dat was ook een theoreticus die heel veel over strategie en oorlogvoering heeft geschreven. En die had de omsingelingstheorie bedacht. En die omsingelingstheorie zit ook in het boek. En het gaat, is heel kort samengevat, is het in China werkte dat als volgt. Dat je dus eerst op het platteland allemaal kleine mini-revoluties ging ontketenen. Zeg maar kleine boerenopstanden. En op die manier had je dus op een gegeven moment de steden, waar dus alle machtsconcentratie zat en alle, alle bureaucratie, alle pers, de militaire middelen, die had je dan omsingeld vanuit het platteland. Ja. En ondertussen moest je dan binnen die steden met een soort vijfde kolonne, of hoe je het ook wil noemen, moest je dat systeem ook van binnenuit kapot maken. Nou goed, en dat had dan in dit geval in China in 1949 gewerkt. Maar dat zou je dan ook op wereldschaal moeten kunnen zien. Ja. Waarbij dan, dus de derde wereld is dan het platteland, waar eerst al die kleine opstanden moeten worden gecreëerd. Zodat je op een gegeven moment het Rijke Westen, wat dan de steden zijn naar die analogie, waardoor je die dan omsingeld hebt. Waarbij je dus ondertussen steeds zorgt dat je...
het kapitalisme chaotiseert, zoals ze dat dan noemen. Dus je moest in die steden ook wederom met een voorhoedegroep, moest je gewoon zoveel mogelijk terreur, geweldscampagnes, chaos. Ja, beetje de Joker van Batman eigenlijk, zijn strategie, dat verwarring creëren. Ja, precies. Maar afgezien, ja, of je zei net Fight Club, maar het is ook een beetje Project Mayhem van de finale van Fight Club, toch? Dat je eigenlijk soort ontregelingen in de grote stad plaatsvinden, waarbij mensen steeds meer... Ja, maar dan is die ideologische analyse, die maatschappijanalyse, zit dan wel minder complex in elkaar, denk ik. Die is toch wel meer uit een soort lust om te vechten in die films. Ja, dus meer vanuit nihilisme gedacht. Ja, dus dat zou ik toch wel anders zien. Ja, dus dit gaat echt om sociale... Ja. Maar in ieder geval volgens zijn analyse was dus eigenlijk wat Bin Laden deed en wat Al-Qaeda deed, was eigenlijk een voortzetting van die Maoïstische strijd met iets andere middelen. Ja. Dus je vliegt het vliegtuig binnen in het kapitalistische hart van het Westen. Yeah. Dat is die chaotisering. En tegelijkertijd zorg je dat er in die brandhaarden in het Midden-Oosten de strijd ook gaande blijft. En die omsingeling uiteindelijk een feit wordt. Ja, en ik snap ook dat vanuit, inderdaad, als je je verplaatst in zo'n oude revolutionair, dan is het inderdaad... Daar kun je inderdaad een verhaal in zien of een narratief in zien. Dus je hebt eigenlijk de westerse wereld. Dat is eigenlijk helemaal verknoopt met elkaar. En die hebben een soort inderdaad een monopoliepositie in de wereld. Als je dat eigenlijk marxistisch bekijkt. Hè? Ja. Als je het vanuit met die Marx-bril, als je die opzet en je ziet... Je gaat, ik zou zelf niet zeggen dat de wereld er zo uitziet. Maar ik kan wel dus me verplaatsen in mensen die het zo zien. Die zeggen dan, je hebt de westerse wereld en die hebben die verdelen de... Ja, die hebben een verdeel- en heerstrategie ten opzichte van wat we de Tweede Wereld en de Derde Wereld hebben genoemd altijd. Hè? Ja. En dat is dus de bezittende klasse dan in die Marxistische lezing. En dus als je gelooft in die strategie van het ontregelen door overal kleine brandhaarden te creëren, dan zou je kunnen zeggen dat inderdaad de aanslagen van 9/11 een van die acties is waarbij de revolutie gevoed wordt, ook weer in Afghanistan, in Irak. Maar het is natuurlijk een totaal andere revolutie dan de revolutie die zij voor ogen hadden. Ja, maar dat voorop stellen. Maar goed, dus die revolutie, dan zeg je eigenlijk van, het maakt me niet uit hoe, als die macht maar wordt aangevallen. Dat is eigenlijk, daarin kunnen ze zich natuurlijk verplaatsen. Ja, ik weet niet of dat per se was wat hij wilde zeggen, hoor. Maar dat was in ieder geval wel, het paste voor hem wel in de... Hij zag daar wel een lijn in ieder geval. Ja, ja, ja. Laat ik het zo zeggen. Dat vond ik wel interessant. Dat was een, het is een mooie parallel met... Ik heb onlangs dus Boze Geesten van Dostojevski gelezen. Wat er zo interessant in is, dat Dostojevski eigenlijk dit al zag... volgens mij 50 jaar voor de Russische Revolutie. Dus echt in 1870 of 1860 of zo. Hij heeft het ook gebaseerd, een roman, op een historische figuur... die deze strategie had. Dus het gaat over een provinciestadje in Rusland... En hij creëert eigenlijk een cel van een aantal... Dus je hebt eigenlijk... De roman gaat over de generatie van mensen van... Laten we zeggen, 40ers of 50ers en hun kinderen. Mm-hmm. Dus, en twee van die kinderen, die zijn inmiddels volwassen. Die zitten ook precies in die fase dat je daar heel gevoelig voor bent. Laten we zeggen dat ze 2, 3, 24 zijn. En zij zijn bezig met die revolutionaire gedachten. En ze willen dat... Dus op een gegeven moment is het concreet het idee om een moord te plegen. Dus ze hebben iemand gevonden die zelfmoord pleegt. En ze gaan het zo framen dat die vermoord is. En het plan daarachter is dat eigenlijk zodra het collectief verantwoordelijk is voor wat daar gebeurt, dan zullen zij ook niet meer... dan is eigenlijk die misdaad die ze hebben gepleegd onderling verbindend. Want die communisten onderling kunnen dan... of die revolutionairen onderling... die zijn eigenlijk aan elkaar gebonden... via hun, eigenlijk hun misdaad. Ja. En als er zo op die manier overal cellen zijn... Ja, een soort verdelen van schuld eigenlijk ook. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk, als je allemaal bloed aan je handen hebt... dan heeft eigenlijk niemand bloed aan zijn handen. Ja, precies. En dus zijn idee is dat... dus hij verkoopt dat ook succesvol aan zijn vrienden in die omgeving. Terwijl volgens mij dat hij een soort van... kortzige perceptie daarvan heeft. Of een soort idee... waarbij je constant moet afvragen... is het zo of zit het in jouw hoofd? En hij heeft het idee dat heel veel van die groepen er zijn inmiddels. Dus hij kan dat heel goed... Hij zegt van, de revolutie is op handen. Want
Want er zijn overal groepen zoals wij. Ja. En die hoeft je alleen maar te verbinden met elkaar. En dat lijkt ook weer op wat jij nu zegt over dat idee van die communistische revoluties. Ook in, later in China. Mm. En in, maar hier dus ook al in Rusland. En Dostojevski koppelt dit ook aan een soort nihilisme wat hij waarneemt in zijn tijd. Dus hij ziet het echt als een soort van, in een goddeloze wereld hebben mensen die jong zijn en iets missen alleen nog maar dit om handen. En die voelen ook iets van, we moeten iets omverwerpen, er moet iets nieuws komen. Ik heb het ook bij me. Ik zat er vanmorgen nog even doorheen te bladeren. Toen moest ik ook, las ik een passage. Toen dacht ik, dit is zo ontzettend, die kan ik misschien wel. Waartoe werden zoveel moorden gepleegd, schandalen uitgehaald en gemeenheden begaan? Daarop antwoordde hij met vurige haast dat dit geschiedde tot het systematisch ondermijnen van de grondslagen der samenleving, tot het stelselmatig in staat van ontbinding brengen van de maatschappij en al het oude, ten einde iedereen te ontmoedigen en van alles een chaos te maken en de aldus aan het wankelen gebrachte samenleving, ziek en verbitterd, cynisch en ongelovig als ze zou zijn geworden, maar oneindig belust op enige leidende gedachten en hakend naar zelfbescherming als men haar zou hebben gemaakt, plotseling in de hand te nemen, het vaandel van de opstand te verheffen en te steunen op het hele net van vijftallen dat inmiddels tot stand zou zijn gekomen, de vijftallen die proselieten zouden hebben geworven en alle middelen en alle zwakke plekken zouden hebben nagespeurd waarmee en waarop men de aanval kon wagen. Dus dan zie je eigenlijk dat het precies diezelfde strategie is. Hè? En dan een van de hoofdpersonen die ook inmiddels helemaal ziek ervan is, die heeft dan over een bijbelpassage die hem bijstaat. En de bijbelpassage leidt als volgt. Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen gehoed. En ze smeekte hem dat hij hun zou toestaan daarin te varen. En hij stond hen dat toe. En de geesten voeren uit de mens en voeren in de zwijnen. En de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk. En toen de herders zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en berichten het in de stad en op het land. En de mensen liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de mens van wie de boze geesten uitgevaren waren. Aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, verhaalden hun hoe de bezetene genezen was. En dan zegt die persoon ook van, maar een grote gedachte en een grote wil zullen het zegenen uit den hoge, evenals die waanzinnige bezetenen. En ze zullen heen gaan, al die boze geesten, al dat onrein, al dat vuil, dat aan de oppervlakte zit samengekoekt. En ze zullen er zelf om vragen, in de zwijnen te mogen trekken. Ja, ze zijn misschien al in zwijnen gevaren, dat zijn wij, wij en die anderen. En we zullen ons waanzinnig en bezeten van de rotsen in de zee storten en allemaal verdrinken. En daarheen leidt onze weg, omdat dat immers het enige is waarvoor we deugen. Hier zie je eigenlijk, hè, en dit is zo verwonderlijk, dat dit zoveel jaar, echt 40 of 50 jaar voor de revolutie nogmaals in Rusland, door Dostojevski opgemerkt wordt. Hij ziet eigenlijk in de revolutionairen van zijn tijd, dus die mensen die dit eigenlijk al proberen, ziet hij er een soort goddeloosheid in. En dan zegt hij ook van, aan de hand van die bijbelpassage, het is alsof ze in zwijnen veranderen en van de klif afrennen en een dood tegemoet gaan. En dat is wat we allemaal aan het doen zijn nu, als we ons hiervoor laten vangen. Dus dit is dan een personage wat zich daartegen verzet in die wereld. Hè? Ja, als lemmingen achter elkaar aan. Precies. Ja. En dat is heel erg scherp opgemerkt. En je ziet dus dat bij die revolutionairen, dat zijn gewoon jonge mensen. En je weet dat jonge mensen inderdaad een soort van all-in mentaliteit hebben. Die denken gewoon, weet je, laten we alles uit elkaar knallen. Ja. En dan bouwen we wel iets nieuws. En het is helemaal niet gezegd dat er dan iets goeds voor in de plaats komt. Maar daar houden ze helemaal geen rekening mee. Die hebben gewoon een soort van attitude van, laten we het eerst uit elkaar knallen. En daarna zien we wel hoe het goed opbouwen. Maar we willen in ieder geval niet dit. En dus hierin zie je eigenlijk die twee stemmen zo mooi tegenover elkaar staan. Dus daar moet ik aan denken als we het over Rusland hebben, als we het over vervolgens China hebben en als we het vervolgens over de Eindhovenaren hebben in de jaren 60. En als we ook naar het nu kijken, dan zit het daar iets in wat steeds terugkomt of wat steeds hetzelfde is. Een soort wens om het bestaan uit elkaar te scheuren, als het ware. En helemaal met een schone lei te beginnen. En wat Dostojevski blijkbaar al gezien heeft in de 19e eeuw in Rusland en daar een roman over heeft geschreven. Een roman, nogmaals, dus gebaseerd op een historische figuur. Dus hij zag eigenlijk in zijn tijd een soort nihilisme, zo noemt hij dat ook, of hij laat dat zijn personages ook zo noemen. Een soort goddeloosheid, dus God is dood verklaard. En wat komt er voor in de plaats?
Nou, jonge mensen, we zeiden net al, hè, als er iets mist, dat is iets van, volgens mij, van alle tijden. Of in ieder geval, wat wij, dat is misschien niet iets van alle tijden, maar iets wat voor ons bekend, iets bekend gegeven is. Dat jonge mensen, als ze niet iets om handen hebben, dat ze dus gaan zoeken naar hoe kunnen we dit doorbreken. Hoe kunnen we de geschiedenis claimen eigenlijk? Ja, hoe kunnen we iets van betekenis in plaats van dat die geschiedenis doen. Alleen maar iets is wat over ons heen rolt en wat ons heel passief maakt. Ja. Hè? En dan kijk ik mezelf ook aan, want dat is wat ik dus al die tijd heb gedaan eigenlijk. Die geschiedenis gewoon maar over mij heen laten rollen als niet echt als een participerend, in ieder geval niet als een participerend politiek subject. En zij doen dat dus niet. Ze zeggen, wij willen die geschiedenis een duw geven. We willen dat kader een duw geven. We willen met een knal de geschiedenis in. Ja. En hij heeft daar een strategie gezien. Namelijk, dat als je een soort cel vormt en je maakt iedereen medeplichtig. En je zorgt dat er verbinding wordt gelegd met andere cellen. Ja. Dan kun je eigenlijk die omsingeltheorie, zoals ik nu heb geleerd, toepassen. En die strategie die zie je dus niet alleen later in Rusland terug, bij de Russische Revolutie, maar ook in China. En het is interessant dat bepaalde mechanismen heeft. Je ziet die celstructuur om dan zo'n organisatie op te bouwen, die zag je inderdaad ook terug bij de Rode Jeugd. Of dat was in ieder geval iets waar zij naar streefden. En om weer een beetje op dat tragicomische element terug te komen. Kijk, het opzetten van dat soort cellen is natuurlijk ook gewoon een van de voorwaarden daarvan. Is dat je dat allemaal geheim weet te houden. En dat je toch in zekere zin off the grid gaat, hè, zoals je dat nou zou noemen. En dat lukte dan gewoon niet. Want die mensen stonden gewoon nog in het telefoonboek. Ze waren gewoon nog te vinden. Ze hadden nog hun oude vrienden. Ze zaten soms in de kroeg en dan hadden ze een iets te grote mond. Dus al die andere sociale verbanden gingen ook wel door. Waardoor het niet... bij onze oosterburen in Duitsland had je natuurlijk de Rote Armee-fractie. En die lijken misschien... Nogmaals, ik heb het boek van Dostojevski niet gelezen. Maar ik denk dat die nog wel iets dichter kwamen bij dat nihilisme. En ook echt dat gewelddadige nihilisme dan de Rode Jeugd. Ja, en wat ik nu dus... Dat begreep ik nog niet, maar dat zie ik nu heel erg door wat je allemaal vertelt. Is dat die Rode Jeugd van Eindhoven dus zich liet inspireren door een idee van een ommezwaai voor de hele wereld. Ja. En terwijl ik heb dat toch altijd als iets heel regionaals gezien. Dat je denkt van we moeten een goed leven krijgen in Eindhoven of in Nederland. Maar niet als iets wat inderdaad intapt op dat grote verhaal. Dus dat is eigenlijk waar misschien de variatie zit. Hè? Dat je dus eigenlijk aan de ene kant heb je dat... Dat het vanuit een nihilistisch idee komt. Maar je hebt dus ook mensen die vervolgens dromen van een betekenisvolle sociale omzwaai of zo. Ja, nou ja, goed. Je ziet dan inderdaad hoe de wereld holistisch is op een hele negatieve manier. Je ziet bijvoorbeeld, als je het over Vietnam hebt inderdaad, waar ze natuurlijk er sterk mee bezig waren. Dan zie je dat er Amerikaanse bommenwerpers in Vietnam en Cambodja hun napalm afwerpen. Dat die napalm vervolgens weer deels wordt gemaakt door een Nederlands bedrijf. Dus in die zin heb je al die signaleren, die verknooptheid en dat holistische van die wereld. Maar dan op een negatieve manier. En dan denk je, is daar ook niet een positieve draai aan te geven die volgens onze eigen ideologische invulling. Dus op zich vind ik dat sentiment zeker niet onbegrijpelijk, laat ik het zo zeggen. Wat er dan kan gebeuren, en dat is dus inderdaad waarom uiteindelijk die revolutionairen ook uit elkaar spatten en versplinteren in groepjes radicale activisten met specifieke thema's, is dat je blijft hangen in abstracties op een gegeven moment. Want misschien is dat dan ook wel de les, dat je niet... Dat duizend dingen doek. Je kan niet één grote pleister op de hele wereld plakken en daarmee alle zonden wegnemen, zo gezegd. Ik mix hier even een heleboel metaforen door elkaar, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Ja, er is volgens mij een soort van abstract gevoel van dat het dit niet moet zijn of zo. En dan een soort van een hele grote verwerping, inderdaad. Ja, en dat sentiment maar heel weinig ideeën van wat het dan wel moet zijn. En dat sentiment vind ik begrijpelijk en ook herkenbaar. Maar het is inderdaad...
En wat is de prijs die je betaalt? Gooi je het kind met het badwater weg? Wat ik ook een hele interessante kwestie vind. Gewoon überhaupt de kwestie van solidariteit. Als je daarover na gaat denken, wat betekent dat eigenlijk? Is dat naaste liefde? Lijkt dat op christelijke naaste liefde? Of is dat... hoe doe je dat dan? Kan dat wel? Hoe is dat om van heel de mensheid te houden? Hoe doe je dat? Dat soort vragen. En dan kom ik ook weer uit bij een schrijver die ik heel erg bewonder. Nikos Kazantzakis, de Griekse schrijver, Kretensische schrijver. Die ook lid was van de communistische partij in Griekenland. Maar die in heel zijn schrijverschap en ook in zijn hele politieke leven eigenlijk gestreefd heeft naar een soort revolutie van de ziel. Hij heeft ook bijvoorbeeld dat boek geschreven over... Christus wordt opnieuw gekruisigd. En hij heeft een boek geschreven, ik even de Nederlandse titel kwijt ben, maar dat is verfilmd door Martin Scorsese als The Last Temptation of Christ. En dat gaat dus ook eigenlijk over een soort verkeerd begrepen boodschap van naaste liefde, die opgevat wordt als een boodschap van strijd, een oproep om de wapens op te nemen. En dat vind ik bij hem heel interessant. Dat hij eigenlijk tegen communisten, socialisten zegt... dat ze te veel in het materiële blijven hangen. Te veel in het materialisme. Dus eigenlijk ook alleen maar te gefixeerd zijn op de productiemiddelen en de verdeling daarvan. En te weinig met de voorwaarden die daar achter liggen. Met andere woorden, waarom zou je dat willen? Waarom wil je dat dan doen? Hou je van alle mensen, weet je? Wat motiveert je nou precies? En dat vind ik, dat is literatuur die mij echt aangrijpt. Omdat daar komt het volgens mij tot de kern. En daar wordt het ook moeilijk. En daar wil je eigenlijk wegrennen. Ingewikkeld, eng. Daar gaat het voor mij, denk ik, voor een groot deel over. Ja, dus over wat zit erachter? Kan je daar echt de vinger op leggen? Wat de precieze motivatie is? Ja, want als je alles vanuit een marxistische bril bekijkt, dat is niet bepaald holistisch, zou ik zeggen. Want dan heb je eigenlijk maar één heel specifiek laagje van de werkelijkheid te pakken. En dan kun je wel zeggen van, maar dat benaderen we heel holistisch. Ja. Van hoe dat in de hele wereld, hoe alles met alles verknoopt is. Maar ja, je bent toch een one-issue partij van die marxistische tweestrijd tussen de niet-bezittende en de bezittende klasse. En dat is een heel nauw, door een hele nauwe mal geperst, eigenlijk. En ja. Dus in die zin, inderdaad, alleen al de vraag, wat is solidariteit, zet eigenlijk alles van dat idee op losse schroeven. Ja, ik denk het wel. De kans bestaat dat je dan ook alleen maar een soort melancholie overhoudt. Dat je alleen maar een soort... Je kan de droom blijven koesteren van een wereld die kan veranderen ten goede. En dat is ook mooi, dat moet je nooit opgeven. Maar tegelijkertijd realiseer je dan dat die historische mogelijkheid er misschien wel helemaal niet bestaat. Een soort bezonken rood. En dat is, ja, dat is dan die soort melancholie waar je misschien in achterblijft als je dat doortrekt. Maar ik weet het ook niet. Het zijn vragen die mij wel bezighouden. Dus je hebt de jaren 60, waarbij het idee nog steeds is om vanuit die wereld eigenlijk, om die wereld te veranderen. In ieder geval die sociale revolutie te laten plaatsvinden. Ja. Jij zegt wat eigenlijk veel succesvoller werd, zijn kleinere ideeën daarbinnen. Ja. En dat begon te werken. En dus konden mensen aankleven bij die ideeën. En dat zorgt uiteindelijk voor dat in de jaren 90, na de val van de muur, eigenlijk dat hele grote, dat geloof in die sociale omzwaai, dat is eigenlijk stille dood gestorven, eigenlijk geïmplodeerd, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, en dat is dan al gaande inderdaad, omdat je dus eigenlijk...
hè, geleerd hebt, tussen aanhalingstekens, dat je eigenlijk alleen maar binnen het bestaande systeem kleine veranderingen, steeds kleine tweaks kan veroorzaken. En nu zie je dus dat dus eigenlijk die sociale issues op een hele andere manier eigenlijk terugkomen en eigenlijk op een hele andere manier verbindingen zoeken en op zo'nzelfde manier een ommezwaai willen bewerkstelligen die nog steeds weer, of die opnieuw weer gefueld is door het idee dat er iets in de wereld kan veranderen. Ja. En dat is er heel, heel maf aan, toch? Dus bijvoorbeeld als je ziet nou hoe met Black Lives Matter, daar is de insteek om in de hele westerse wereld iets van een soort bewustzijn te creëren over wat racisme is of zo. Of als je kijkt naar de LGBTQ-beweging, of je kijkt naar het klimaatdebat. Of je ziet eigenlijk nieuwe sociale bewegingen die dus eigenlijk dat aloude idee weer hebben hervonden van een sociale revolutie of zo, hè? Ja, als het inderdaad blijkt dat die groepen elkaar ook allemaal gaan vinden en dat er inderdaad weer een brede samenwerking van komt die al die thema's ook als verknoopt ziet. En volgens mij is dat wel bij... Ik was bijvoorbeeld bij het woonprotest, een paar weken geleden was het geloof ik, en dan zie je inderdaad dat de jongeren van Bijeen, die trekken op met de jongeren van de SP en die... en die vinden elkaar dan blijkbaar op die intersectionele thematiek. En dan zie je gewoon dan zie je enorm veel politieke energie nou. Want je had bijvoorbeeld, als vergelijken, die groepen stonden daar vooraan bij het podium van dat woonprotest. En dan helemaal achteraan het veldje, in een kringetje, zaten de leden van de lokale Partij van de Arbeid. Weet je wel, als een soort gezelligheidsvereniging, op elkaar, helemaal op elkaar gericht. Die spraken ook bijna niet, ik zag ze ook bijna niet met anderen spreken. Dus ik dacht, daar zie je al wel het verschil. Dat zo'n Partij van de Arbeid is natuurlijk toch soft liberaal geworden uiteindelijk. En dan kan je de retoriek hier en daar wel een beetje aanpassen, maar je gaat niet meer veranderen dat die partij heel erg op zichzelf gericht is en eigenlijk ook niet meer goed weet wat in welke richting ze op willen. En het interessante is ook dat je dan bijvoorbeeld bij die SP-jongeren zie je dus dat zij een enorm conflict hebben met het centraal bestuur van de partij. Dat ze eigenlijk als jongerenbeweging zijn geroailleerd. Dat klinkt meteen ook al heel 70's van die linkse groepen die elkaar een beetje de tent gaan uitvechten. Dus dat is ook een fenomeen wat weer terug is. Weet je, het fenomeen wat je bij links eigenlijk ook al in de Spaanse burgeroorlog had. Dat ze eigenlijk meer met elkaar aan het vechten zijn dan dat ze met scherp gaan schieten op rechts, op de vijand. Je ziet ook heel erg bij die Franse revolutie dat uiteindelijk alle koppen er wel afgaan of zo. Ja, dat is het idee van de revolutie die zijn eigen kinderen opeten. Ja. Dat is ook een dynamiek waar blijkbaar moeilijk aan te ontsnappen valt. Want ik denk dat als jij het hebt over die groepen activisten die je net allemaal opnoemde, Black Lives Matter en dergelijke. En ook, dan is het toch vaak, als je ook kijkt naar wat er online allemaal gebeurt, en online gezegd, dan is het toch een soort wedstrijd in wie de meest puristische, de meest pure vertegenwoordiger is van een bepaalde stroming. Ja. En dan kan er elke week kan een bepaald woord dan weer met een hoofdletter en dan weer met een kleine letter gespeld. En dat gaat zomaar door. En waar dat uiteindelijk strandt, dat weten we gewoon nog niet. Ik heb bijvoorbeeld het fenomeen natuurlijk ook dat je bepaalde gender, je hebt een hele race om nieuwe genderaanduidingen de afgelopen jaren gekregen. In de jaren 70 had je ook die socialistische spellingswijze, weet je wel? Waarbij je bijvoorbeeld socialistisch met IES aan het einde ging schrijven. Ja, dat doen we nu ook niet meer. Dus het is allemaal heel erg de vraag hoe zich dat allemaal gaat uitkristalliseren. En dat, dat is wel, Je ziet eigenlijk bij de radicale afdelingen van deze bewegingen, zie je eigenlijk diezelfde,
diezelfde trucken terug, heb ik het idee. Datzelfde idee van dat zie je bijvoorbeeld heel goed bij die cancel culture. Dat inderdaad, dat er een soort van... Ja, dus eigenlijk iedereen... er is een soort wedstrijd in inderdaad zo zuiver mogelijk zijn in ja. al die begrippen. En je kunt op de ene dag nog een voorvechter zijn voor bepaalde emancipatoire ontwikkelingen. En de volgende dag kan dan weer je kop door de digitale guillotine. En dat heeft diezelfde omloop. Dan mag je inderdaad, dan is het wel een soort teken van vooruitgang dat het, zoals je inderdaad zegt, een digitale guillotine is. En niet een reële guillotine. Af en toe dan... Ik ben zelf niet heel actief op social media. Maar ik zie dan inderdaad wel eens dingen voorbij komen. Zoals een... volgens mij was er een tijdje terug was er ook een of andere rel over een jongen die bij een supermarkt, de Jumbo, werkte. En die wilde met gelakte nagels op zijn werk verschijnen. En toen heeft zijn werkgever tegen hem gezegd van... Nee jongen, dat doen we hier niet. Hè? Doe het maar in uw eigen tijd. Ik maak er meteen een Brabander van, maar akkoord. In ieder geval zag je in de nasleep wel meteen een enorme ruil. Ook gewoon mensen die je ken. Nou, zo iemand die zou geen franchisewinkel mogen runnen hoor. Ontslaan die hap. En iemand meteen, ja, helemaal mee eens. En allemaal hartjes, bam, 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 bam. Hartjes en likes. En het is, en van de ene kant... van de ene kant vind ik het dus best wel... huiveringwekkend dat je zo makkelijk zo'n oordeel kan vellen over een situatie waar je eigenlijk gewoon echt toeten of blazen weet. Dus dat vind ik al vrij griezelig. En tegelijkertijd is het ook een soort engagement waar... het is ook een heel waardeloos engagement uiteindelijk. Het is gewoon... Het is in een paar seconden is het... Is het geschiet en daarna hoef je er ook verder niet meer over na te denken. En dan heb je elkaar gewoon beloond met hartjes en likes. En, het is interessant, omdat dus ik zie het steeds, ik probeer steeds in mijn hoofd het te zien als een soort loopgravenoorlog. Zoals in de Eerste Wereldoorlog, weet je wel. Ja. Eigenlijk dat maar... Wederom met nadruk, zonder echt geschut inderdaad. Nee, maar inderdaad, de metafoor gebruik ik even. De metafoor is de kracht. Omdat eigenlijk de metafoor is dan dat er een soort van streep, of een soort streep, een grens ligt. En die grens wordt bevochten. En hij schrijft maar millimeters op over een periode. En waar ligt dan die grens? Ja. En dus in dit geval zie je ook weer heel mooi... dit is ook meteen een mooi voorbeeld, omdat je denkt van oké. Dus aan de ene kant heb je inderdaad dat je een bepaald uiterlijk vertoon als waarde hebt. Hè? Dus toen ik voor het eerst... als je je nagels lakt. Nou, dat is prima. Ik bedoelde eigenlijk vanuit de andere kant gezien. Vanuit de Jumbo gezien. Toen ik voor het eerst in de Pathé bioscoop werkte in Eindhoven. Ja. Toen hadden we ook een bepaalde Pathé kleding aan. Ja. En dan moet je ook je zwarte broek aan. En je broek strijken. En zwarte schoenen. En dan kreeg je een shirtje van... En dan zag je eruit als inderdaad je uniform mag combineren met iets wat voor jou dan heel persoonlijk heel belangrijk is. Ja, en dan, wat voor en dan, jou dan dat je denkt van ik wil naast mijn uniform wil ik ook nog iets van mijn persoonlijke identiteit laten zien wat mij weer onderscheidt van dat uniform. Ja, dus daar ligt de loopgraaf. Ja, daar ligt de precieze discussie van wat is dan dat, want toen was het ook al van oorbellen of zo, dat mag dat dan wel, of een piercing mag dat dan niet, weet je wel, of een tatoeage. Ja. En dat zijn dus natuurlijk altijd, maar nu ligt het, nu is die discussie op zich scherp gesteld, doordat die genakte nagel in één keer staat vanuit het identitaire denken voor... In de bredere discussie over de LGBTQ community eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dus dan gaat het over, kun je als man met een gelakte nagel laten zien dat je eigenlijk op het snijvlak van wat gender voor jou betekent, wat voor sommige mensen fluïde geworden is, mag je dat laten zien op jouw werk? Ja. Terwijl eigenlijk een tatoeage of een oorbel gaat veel meer over... dat is veel meer die counterculture vanuit die punkgeneratie misschien. Vanuit... Ja, dat is waar, maar... dan wordt het wel... Waar zit dan het verschil inderdaad? Nou ja, het verschil is dat inderdaad bij die punk... bij die punker die zijn huid vol tatoeages heeft... daarvan is het inderdaad prima dat...
uiteindelijk de Albert Heijn of de Jumbo of de Pathé zegt van ja, dat mag je hebben, maar dan kom je bij ons niet aan de bak, want dit willen wij niet. We willen niet onze kassamedewerker onder de doodshoofden tattoos hebben. Nee. En dan denk je van, ben maar anti-society ergens anders. Dat is, eigenlijk snap je dat. Je denkt van, eigenlijk ben je dan voor de Jumbo of de Albert Heijn of de Pathé, die eigenlijk dan denkt van, ja, ik snap wel dat maar goed, iemand, die jongen die dan zo'n aangeslakt is, die is niet per se anti-society, maar die brengt... Die is wel counterculture. Ja, die brengt wellicht inderdaad de klant een paar seconden lichtjes in verwarring. Niet alle klanten, maar enige klanten. Maar dus hier zie je dat dus daar de maatschappelijke... Het debat eigenlijk ergens een kwartslag kantelt. In het voordeel van dus de... degene met die uiterlijke kenmerken en de nadelen van het concern, zeg maar. De commercie. Ja, ja. En in één keer denk je van, nee... De kassa die dicteert van, dit moet een heel geolied proces zijn. Ja. Waarin mensen niet worden afgeleid door dingen als mannen met gelakte nagels. Ja, in één keer zie je dus dat die gelakte nagel in één keer... Ja. Hetzelfde is als ik vind dat heel interessant. En ik vind dat debat heel interessant. Maar waar mijn klacht is dus... niet eens de toon van het debat... maar gewoon... waar is het debat, weet je wel? Waar is het gesprek? Het gaat meteen van nul naar ontslag eisen, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat is waarom ik het kop in mijn hoofd... En daardoor gaat het dus ook niet zozeer over debat. En mensen die graag debat willen. En van, ik voer misschien op hoge toon debat. Maar nee, wat is precies het debat? Daar mankeert gewoon iets, denk ik. Dat die cruciale stap wordt overgeslagen. Ja, precies. Maar daarom koppel ik het dus ook in mijn hoofd aan die rode jeugd in Eindhoven. Of die boze geesten van Dostoevsky. Of de revoluties in Rusland of China. Het is een culturele revolutie misschien. Ja, en het gaat dan ook minder over debat willen of debat op willen zoeken. Maar het gaat meer over gewoon van macht eigenlijk gewoon. Het afdwingen daarvan. Ja, ik denk het wel. En dat... en dat is dan hier ten gunste van iets waar ik... Ik zie daar zelf geen kwaad in dat iemand met gelakte nagels op zijn werk verschijnt. We blijven nou even bij dit voorbeeld. Het is een beetje... Het holt het daarmee ook wel enorm uit. Maar dat is sowieso iets wat ik... Ik hink vaak op twee benen, hoor, als het gaat over die cancel culture. Van, hebben we het nou nog steeds over een hele hoop incidenten bij elkaar? Of hebben we het echt over een patroon. Daar ben ik ook nog niet helemaal uit. Maar ik denk, als ik het aan jou zou vragen, dan zie jij denk wel echt als een heel giftig patroon, toch? Nee, ook niet per se, hoor. Maar ik ben eigenlijk... Ik zie er wel... Ik zie wel dingen waarvan ik zou zeggen... Dat is wel lijp. Het principe dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen, dat vind ik wel een verworvenheid die, zodra je die bij het grof vuil zet, dan zal het wel nog eens een aantal eeuwen duren voordat die weer terug is. Dat is met al die verworvenheden inderdaad. En daar denk ik niet lichtzinnig over. Dus voor mij, ik ben eigenlijk, mijn moment van engagement is eigenlijk Kevin Spacey geweest, waar we het net toevallig al over hadden. Maar toen ik zag dat hij binnen een etmaal werd veroordeeld, publiekelijk, toen dacht ik, dit kan niet. Dit is een grens die we niet zouden mogen passeren. Ja. En daar werd ik wel alert. En sindsdien ben ik eigenlijk... Ik bedoel, daarvoor zag ik ook al wel veel dingen. Maar toen hield ik me eigenlijk nog zo een beetje afzijdig. Zoals je jezelf net omschreef als apolitiek. Of als eigenlijk iemand die het zich laat welgevallen. Dus met iemand met, ik voel me als iemand met een ironische distantie. Ja, precies. En daar is, misschien, ik noem nu Kevin Spacey, maar het kan zijn dat er meerdere incidenten... Eigenlijk in de nasleep van Trump kreeg je in één keer Black Lives Matter die heel groot werd. En kreeg je... MeToo, wat heel groot werd, en een aantal van die stormen. En daar ergens, bij Kevin Spacey heb ik wel gedacht van, dit gaat een grens over. En het kan best zijn dat hij iets heeft gedaan wat niet mag, maar
Mm-hmm. Maar waarom is hij binnen een etmaal uit een serie in een film geknipt? En waarom is iedereen hiermee eens? En elke keer ging ik dat gesprek opzoeken. En inderdaad, merkte ik dat er geen debat was. En merkte ik dat mensen het toch wel goed vonden. Want er moet iets gebeuren nu. Ja. Want het is niet alleen Kevin Spacey, maar één of de drie dan, vrouwen, bla bla. Weet je? Ja, ben jij zelf dan wel eens, zo gezegd, slachtoffer geworden van die cancel culture? Als je het zo wil noemen. Nee, ik ben zelf nooit... nee, maar dat is ook... Even om te testen wat het fenomeen nou precies is. Want het wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. Ja. En, ik zie het wel veel om me heen, bij verschillende mensen. Dus ik zie het eigenlijk constant wel gebeuren. Ja. Alleen, ik ben dus... Ik heb zelf altijd sowieso aan de periferie geopereerd. Of aan buiten de... Ik heb nooit... Kijk, volgens mij is zoals ik cancel culture zie, hè. Ik zie het als iets wat om reputatie gaat. Dus in een op identiteit gerichte samenleving. Ja, want je kunt natuurlijk ook... We kunnen ook heel wat identiteit betekent ook helemaal ontrafelen. Maar in ieder geval, jij zei net al Fukuyama. Ja. Vanaf zijn analyse naar het nu, daar zien we inderdaad een steeds meer en meer op identiteit gerichte samenleving ontstaan. Ja. Dat is niet per se hoe ik de werkelijkheid zie, maar ik zie dit wel. Ik zie dat mensen dat belangrijk vinden, dus vanuit hun identiteit denken. En dat klopt ook volgens mij met wat internet is. Want je hebt een soort avatar, een afgevaardigde. Ik online is heel iemand anders dan ik gewoon van vlees en bloed. Ja. Dat geldt voor jou waarschijnlijk. Ja, dat geldt voor ons allemaal. Dus, dus iedereen is eigenlijk, zoals je ook een soort Pokémon kan casten. Iedereen heeft een soort van zichzelf versietje online. En dat, dus wat identiteit is, krijgt in één keer enorm veel belang in die online wereld. Mm-hmm. En daar is cancel culture ook weer relevant. Want... Ja, als je bij wijze van spreken Kevin Spacey cancelt, dan is Kevin Spacey niet ineens verdwenen. Die zit gewoon ergens anders in een huis met zijn mensen. Alleen wat veranderd is, is dat wat hij als sociaal voor ons betekent, is eruit geknipt. Ja, zijn dus werk is nog steeds toegankelijk. Dat gaat om reputatie, om imago, om identiteit. Ja. Zijn werk is nog steeds toegankelijk, maar we gaan niet meer op Facebook zeggen... Oh, ik heb gisteren zo'n leuke film met Kevin Spacey gezien. Ken je die? Ja, en dus zie het als één groot ding. Nee, ik zie het als chaos. Het is volstrekt chaotisch. Ja. Maar ik zie wel dat diezelfde, wat die revolutionaire van Dostoevsky al bezielde... dat zie ik ook om mij heen gebeuren nu. En ik zie dat diezelfde... Diezelfde geestdrift zie ik en dezelfde bloeddorst zie ik mensen elkaar online cancelen. En dat wil zeggen dus dat je iemands reputatie afstript. Iets wat iemand waar iemand misschien 10, 20, 30 jaar naartoe heeft gewerkt. Dat kun je in één keer natuurlijk de nek omdraaien. Mm-hmm. En dan daar is dan je reputatie. Kevin Spacey kan nu wel een nieuwe... Ja. En dat heb je dan in gradaties. Dat inderdaad iemand kan dan... weet ik veel, een tijdje kalt gesteld zijn op sociale media. Die kan eigenlijk zijn waffel daar niet meer opentrekken zonder dat hij met scheldkanonades wordt overladen. Ja. Tot aan inderdaad concreet verlies van inkomsten, reputatie en aan de andere kant van het spectrum. Ja, en dat wordt volgens mij gelegitimeerd met... En daarom vind ik het dus interessant om het naar, in dit geval dan Eindhoven van de jaren 60 te trekken... Omdat daarin zie je eigenlijk wat de legitimatie is van die strijd. Dus je ziet eigenlijk van binnenuit hoe mensen eigenlijk denken van... Maar het moet anders. Nou. Dus je kunt je altijd verplaatsen in... of je kunt altijd proberen om je te verplaatsen in waarom mensen nou denken van ja, het is gewoon collateral damage. Weet je wel, oké, Kevin Spacey, die heeft toch een mooie carrière gehad. Wat zit hij, weet je wel? Ja. Louis C.K., ja, die kan niet meer optreden, maar hij heeft het toch mooi gehad. Ja, hij treedt wel op. Ja, hij treedt wel op, maar hij kan waarschijnlijk niet meer loskomen van die associatie. En hij dient ook weer in dit gesprek als voorbeeld, als tweede voorbeeld, bij wijze van spreken. Ja. Snap je? Dat kleeft aan je reputatie. Ja. En dus... Om terug te komen op je vraag. Ik heb zelf nooit, denk ik, in die wereld klim. Ik zit niet in dat centrum. Ik zit aan de zijkant. En ik ben meer een verslaggever van buitenaf die daarnaar kijkt. Mm-hmm. En het wordt belangrijk als je dus gaat klimmen in die wereld. Dan kan je kop eraf, zeg maar. En dat is figuurlijk dan kan je kop eraf. En dat is zoals ik het zie, zeg maar. Mm-hmm.
Want jij vroeg eigenlijk aan mij van hoe zie jij dat dan? Omdat je zelf zei dat je het er niet zo uit was hoe je daarnaar keek. Hè? Maar ongeacht of je eruit bent of niet, is het misschien wel interessant om te vragen van hoe kijk je daarna? Dan ook als je hebt dan dit boek geschreven of deze graphic novel over die revolutionairen in de jaren 60 in Eindhoven. Ja. En je zit als journalist en schrijver dan nu ook in deze wereld. Die wereld die eigenlijk is veranderd van die Fukuyama-wereld van het einde van de beschaving, hoe zeg je dat, de voltooiing van de beschaving naar... Wat natuurlijk een illusie was. Wat een illusie was, nadat dat in één keer alles gepolitiseerd is, wat ook een illusie is. Ja. Dus hoe sta je daarin? Of hoe kijk je daarnaar? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, met verwondering en een beetje ontheemd misschien ook wel. Toch een beetje de vaste bodem is een beetje onder je voeten weggeslagen daardoor wellicht. Maar ik denk wel, ik vind het van de andere kant vind ik het ook heel spannend dat er gewoon weer die politieke energie überhaupt is. En dat er dus inderdaad weer een... in ieder geval de mogelijkheid is van een politieke herbronning. Terwijl dat eerder gewoon helemaal niet aan de orde was. Dus in die zin vind ik het, volg ik dat met zeer veel interesse. En vind ik het ook interessant inderdaad waar je die... bijvoorbeeld die situatie van de rode jeugd en de alle verschillende politieke bewegingen in de jaren 70... En die polarisatie daartussen, dat je dat ook nu weer in allerlei verschillende, ook allerlei omkeringen weer terug ziet komen. Wat ik ook heel wonderlijk vind, is hoe aan de rechterkant van het spectrum die hele identitaire kwestie wordt neergezet. En hoe ze daarbij gebruik maken van allerlei... hoe zou je het zeggen? Stijlen die eigenlijk eerder bij links hoorden van de jaren 70 dan bij rechts. Ik bedoel, iemand als Baudet, die heeft het ook echt... altijd in eerste instantie ook echt over een soort lange mars door de instituten die moest worden afgelegd. En dat is dus iets wat de generatie van de jaren 60 toch met behoorlijk wat succes heeft volbracht. Ze zijn wel allemaal die instituten binnengedrongen uiteindelijk. En misschien is onderweg... Op die lange mars is de boodschap wel verdund. Maar die mars is wel voltooid. Dus op een bepaalde manier heeft rechts, zo zeg maar na Fortuyn, heeft een beetje die stijlen van de jaren 70 zijn ze gaan imiteren. Heb ik op bepaalde manieren het idee. Dus eigenlijk ook bijna een soort carnavaleske omkering. Er wordt ook veel meer, als je ook kijkt naar... wederom naar het hele online gebeuren rondom rechts... dan zie je daar veel meer de transgressie, ironie... Het verbod om te verbieden. Dat soort zaken die heel erg horen bij dat anti-autoritaire 1968 gevoel. Maar dan met een totaal andere agenda op de achtergrond. Maar wel die stijl wordt geïmiteerd. Dus dat vind ik het interessante. Dat zelfs het conservatisme, of in sommige gevallen ook extreem rechts... hoe dat door een soort lachspiegel is gegaan... en eigenlijk een aantal gedaantes van de jaren 70 heeft aangenomen. Dus dat... Dat zelfs dat hele jaren 60, 70 discours op die manier nog invloed heeft gehad op hoe dat politieke krachtenveld er nu uitziet. Ja. Dus dat is ook een van de dingen die ik dan signaleer, zo gezegd. En je zegt eigenlijk van, als ik het goed begrijp, van het is ergens ook prettig dat er in ieder geval iets weer bezield is. Ja, dan ben ik met... In de bezieling aan de rechterzijde ben ik, om het zacht uit te drukken, een stuk minder in mijn nopjes dan met de bezieling ter linkerzijde. Maar ja, ik denk wel dat het... zoals ik eerder ook zei, ik denk wel dat het weer nodig is dat er een...
dat er inderdaad dat duwen en trekken tussen die, laten we zeggen, de liberalen, de rationalisten en de mensen die, die wat meer revolutionair denken. Ik wil dat dat ook wel iets gezonds heeft en iets, ja. Ja, ik merk sowieso, nu ik dus met veel mensen aan het praten ben en ook die gesprekken aan het opnemen ben, één ding wat steeds terugkeert is dat dus wat rechts en links is eigenlijk helemaal binnenste buiten gekeerd is überhaupt. En dat het dus eigenlijk, ja, dat veel mensen zeggen van ja, ik voel me nog steeds hetzelfde of ik, het is vooral de wereld die heel erg veranderd is. Ja. En dat is natuurlijk zo'n maffe verandering. Ja. En ja, dat. Dus ik kan wel mee in. Vorige week had ik een gesprek met Erik Vlasblom. En die zei ook van dat hij 15 jaar geleden een project had met zijn studenten. En dat project had als titel Op de Barricade. En dan hebben we het over 2005 of zo. En dat er eigenlijk helemaal niet echt meer iets was om voor te vechten. En dan een paar jaar daarna krijg je de economische crisis. En alles staat weer op scherp. En in één keer zitten we in deze chaos. En het lijkt dan een beetje op wat jij nu ook zegt. Je kunt het wel. Je kunt er wel van stijgeren, maar er gebeurt ook iets. Het is ook een hele interessante tijd waarin veel dingen die eigenlijk vast leken te staan weer opnieuw herdefinieerd worden. Ja, de kussens worden weer opgeschud, zo gezegd. Maar als je kijkt naar waar we het dan vandaag over hebben, dus de Rode Revolutie in Eindhoven in de jaren 60, maar ook dus de waar zij het weer afkijken in Rusland en China, dan heb je toch behoorlijk dode aantallen onder de eindstreep staan. Dan heb je het over miljoenen mensen die niet geofferd worden aan iets anders dan aan een idee in een hoofd van iemand. Ja, tuurlijk, allicht. En heb je nooit het idee van we moeten voorzichtig spelen, met dynamiet spelen, als je ernaar kijkt? Of? Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, als ik het tot nu toe bekijk, en als ik dan even denk aan dat woonprotest bijvoorbeeld, dan hoor ik daar op dat moment, en daar heb ik het dan vooral over als ik zeg van die energie, die bevalt mij enorm. Dat je daar mensen eigenlijk concreet eisen hoort stellen. Dus gewoon een fair minimumloon, een dak boven je hoofd, een woning die je kan betalen. En denk van ja, dat vind ik vooralsnog geen utopische eisen. Zelfs die eisen zijn die toch hele concrete, vrij simpele eisen. We hebben het verzuimd om die eisen te formuleren jarenlang. En dat gebeurt nu wel weer. Ja, maar daardoor kunnen dingen ten goede gaan schuiven. Ja, dit zijn ook doelen waarvan ik denk dat zou de goede sociale doelen zijn. Ik heb het idee dat wat links en wat socialisme heeft eigenlijk heel lang deze doelen uit het oog verloren, heb ik het idee. En wat vaak een klacht is, dat het identiteitsdenken eigenlijk op een heel veel abstracter level naar inclusiviteit streeft. Terwijl het eigenlijk voor mensen gaat over wonen, eten, drinken, dak boven het hoofd, werk, zingeving, onderwijs. Ja, precies. Maar daar ligt dus dan weer die discussie over, kunnen we inderdaad alles weer oplossen door alleen maar de bestaanszekerheid van mensen te begroten? Of gaat dan inderdaad dat stemmetje in die onderbuik weer jammeren? En dat we toch iets. Als jij zegt van ik ga naar het woonprotest en dan ben ik toch blij dat dit geluid aan u is. Ja, die heeft een sociaal potentieel, revolutionair potentieel. Ja, om daar ook bij te lopen. Ja. Dan denk ik van wat je vroeg eerder inderdaad over politieke betrokkenheid. Waar ik natuurlijk altijd toch heel mijn leven vrij beschroomd in ben geweest. Maar dan denk ik van ja, ik vind dat wel. Het is goed om die energie te voelen. En die. En dus ook die mogelijkheid te voelen. En tegelijkertijd, en dat is dan weer de anti-revolutionair. Je denkt van ja, en het zijn ook eigenlijk gewoon hele concrete eisen. Die veel meer horen bij wat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid propageerde in de jaren 70. Dan bij wat de Rode Jeugd in de jaren 70 propageerde. En dat is voor mij een teken hoe ver ons discours in de afgelopen jaren naar rechts is opgeschoven.
Ja. Dat wij op de zogenaamde radicale linkerflank geluiden horen waarvan je zegt van, nou ja, dat is eigenlijk gewoon standaard Partij van de Arbeid kosten uit de jaren 70. Wat radicaal links toen verschrikkelijk conservatief vond. En dus ja, ik zie daar wel ook een gezonde beweging ontstaan waar ik me wel achter durf te scharen. En heb je dan niet diezelfde angst voor grote groepen? Ja, want ik loop altijd helemaal achteraan. Oh ja. Ja. Waarnemend. Ja, hand in hand met mijn vriendin. Ja. Ja, interessant. Dus die cirkelt ook een beetje rond. Niet hand in hand met alle kameraden, maar wel met mijn vriendin. Ja. Ja, het is interessant. Dus, bijvoorbeeld, jij hebt het dan uiteindelijk over, over dat je je kan verplaatsen in dat, in het protest, het woonprotest. Nou, dat begrijp ik. Dingen als inderdaad wonen of eten, drinken, vakbonden en zo. Dat zijn die oude sociale doelen. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld het klimaatprotest. Mm-hmm. Ik bijvoorbeeld een van de gesprekken die ik deze afgelopen maand heb gehad was met iemand, een documentairemaker genaamd Marijn Poels. Ja, 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 ja. En die had ook een holistische benadering van dat klimaatprobleem. Ja. En die kon me eigenlijk heel goed uitleggen hoe je daar ook naar kan kijken. Mm-hmm. En als ik hem goed begrijp is, zegt hij eigenlijk van je kunt boeren veel meer ruimte geven en zodat zij veel meer kunnen omgaan met chaos. En op die manier zou je, hij had gewoon een heel concreet stappenplan om binnen 20, 30 jaar überhaupt van het klimaatprobleem af te zijn. En als ik dan kijk naar hoe het klimaatprotest wortel schiet vanuit die sociale linkse idealen, mm-hmm. dan zie, kan ik daar iets heel, als ik een angstige bui ben bij wijze van spreken, kan ik daar juist iets heel beangstigends in zien. Juist, mm-hmm. juist wat mij ook weer doet denken aan die boze geesten, aan die blinde ideologische woede die mensen kunnen hebben. Mm-hmm. Dus dan denk ik van, als we daarna gaan luisteren, dan kun je naar een situatie toe waarin beleidsmakers zoals Kaag of Rutte mm-hmm. op beleidsniveau bepaalde dingen gaan afdwingen, wat ons ruimte inperkt. Mm-hmm. Nou, ik heb aan het begin van dit gesprek al gezegd waarom ik ondernemerschap eigenlijk en hoe kapitalisme eigenlijk en ondernemerschap elkaar kunnen versterken. Dat zijn diezelfde spelregels, dat je met chaos leert omgaan, iets meer mm-hmm. ruimte creëert voor jezelf, waardoor je dingen kan ondernemen, zodat je je leventje op orde krijgt. En dat zijn hele fundamentele dingen, zoals onderwijs of eten, drinken of een dak boven je hoofd. Dat is volgens mij voor heel veel mensen nog steeds het doel. En dus, ik kan dus in diezelfde protestmarsen die ik zie, iets heel dystopisch lezen. Terwijl mm-hmm. jij zegt van, ja, maar er is ook iets heel moois. En dus mm-hmm. dat is eigenlijk wat vandaag voor mijn gevoel op tafel ligt, wat het ook een beetje op scherp stelt. Dus mm-hmm. weet je wel, naar welke kant gaat dit kwartje vallen, wat nu nog rechtop staat op tafel, zeg maar. Ja, 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 ja. En dat is eigenlijk om het even naar mijn interesse te trekken, eigenlijk. Mm-hmm. Van waarom ik zo geïnteresseerd ben in dit verhaal en wat jij nu geschreven hebt en hoe ik het weer betrek op het nu. Ja, dat voor mij is van geen, ja, want die, jij denkt dan eigenlijk die politieke energie die kan ook worden gebruikt om om een soort machtseisen te gaan formuleren. Ja. Waar we straks allemaal onder gebukt gaan. Ja, en dan kan ik het natuurlijk heel groot maken. En dan zie ik datzelfde wat ook gebeurd is in Rusland en China. Als een soort, ja. Waar we plukken altijd uit het verleden. En de toekomst loopt altijd weer anders. Hè? Maar het echoot een beetje. En dan denk je, ja, je moet ook iets er tegenover plaatsen. Tegenover dat revolutionaire geluid. Wat inderdaad niet zo luisterbereid is. Maar wat eigenlijk is echt, eerst actie en dan pas weer praten. Ja. Dus ik kan ook, ik ben er niet uit, hè. Ik zit net als jij naar chaos te kijken en te duiden. Maar, ja, ja, maar als jij zegt van, nou, ik vind het goed dat er geprotesteerd wordt, dan heb ik meteen zin om een tegenvoorbeeld te geven. Zeggen van, ja, maar er gebeurt ook dit. En ik wil niet mm-hmm. helemaal zeggen dat het alleen maar goed is. Ik zie ook de gevaren wel of zo. Maar misschien is dat ook omdat ik ouder word en dan denk van, nou, dat ik in één keer de gevaren zie of zo. Terwijl je altijd in het midden uitkomt en het ook een beetje los moet laten of zo. Als ik dat zeg, wat denk je dan? Ja, nee, ik zit er even op te kouwen. Van de ene kant kan je zeggen, ja, het is eigenlijk
per definitie een soort hellend vlak redenering. Dat je zegt, help, het zou ook die kant uit kunnen gaan. Ik zeg, ja, dat kan inderdaad. Maar ik bedoel, vanuit die verworvenheden gedacht. Hè? Je kunt heel snel iets weggooien wat je niet makkelijk terugkrijgt. Ja. En dan kun je misschien vanuit diezelfde passiviteit denken van, nou, lekker, er gebeurt dus wat. En mm-hmm. binnen een paar jaar zijn er hele belangrijke verworvenheden weggegooid. En dan ben je weer te laat met je handelen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat je steeds wel op blijft letten dat je het kind niet met het badwater weggooit. Dat je, ja. Mm-hmm. Ja, interessant. Ja, ik heb het idee dat we al zo ontzettend veel dingen hebben besproken. Ja, heel veel. Heb je nog iets gevoel dat we ergens iets niet hebben gehad dat je graag brengt? Ik had een soort hele rudimentaire, geen echte wishlist, maar ik dacht, als het nou helemaal niet loopt, dan heb ik misschien in ieder geval nog wat dingen op papier staan. Maar ik denk het niet eigenlijk. Nee, ja, al die dingen zijn inderdaad wel een beetje aangestipt. Even denken, dan ga ik gewoon afronden. Dank voor uw aandacht. Ja. Nee, ik vond het heel leuk om eens uitgebreid hierover door te praten. Insgelijks. Dus heel erg bedankt. Graag gedaan. En Lichtstad familie, dat is ook dus de graphic novel waar nog twee delen van uitkomen. En waarvan al één deel nu in de winkel ligt. Dus dat is dan nog even de tip, de leestip van vandaag. Juist. Ja. Sta ik helemaal achter.